commissiedebat over de Raad Buitenlandse Zaken en Afghanistan. U heeft via de procedurevergadering nog een laatste brief opgevraagd. In die brief die staat het laatste op de agendapunten. Die is gisteravond binnengekomen. De ophoging financieringsplafond Europese vredesfaciliteit. Ik hoop dat u daar kennis van heeft kunnen nemen. En wellicht wilt u daar in uw bijdrage aandacht aan besteden. We hebben vier Kamerleden aanwezig. De heer Seder van de ChristenUnie. Mevrouw Piri van de Partij van de Arbeid die mede namens GroenLinks spreekt. De heer Brekemans van de VVD. De heer Sjoerdsma van D66. En ik zie de heer Van Roon en de heer Van Dijk binnenkomen. Hartstikke goed. De heer Van Roon van de PVV en de heer Van Dijk. De Roon, excuus. De Roon. En het zijn er veel te veel. Jasper Van Dijk van de SP. Welkom aan de minister. Dank dat u hier aanwezig bent. En aan de volle publieke tribune en de mensen thuis. We gaan beginnen. En ik wil met u afspreken dat wij 5 minuten spreektijd nemen. Vijf. Kunt u daarmee uit de voeten, meneer Seder? Ja, meer dan. Hartstikke goed. Ik ga geen maximum op interrupties zetten. Maar als ik ongeduldig word, dan merkt u dat waarschijnlijk vanzelf. Dus beperk u alvast aan de voorkant. Dan komen we er vast samen uit. Meneer Seder, mag ik u het woord geven voor uw eerste termijn? Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal een aantal onderwerpen puntsgewijs ter bespreking voorleggen. Allereerst de situatie in Iran. Vanochtend las ik dat inmiddels de eerste persoon gelinkt aan de demonstraties die al sinds september plaatsvinden, is geëxecuteerd. Voorzitter, en het laat ook zien hoe ingrijpend de huidige situatie is. En mijn vraag aan de minister is wat hij daarvan vindt. Veroordeelt hij deze executie? En voorzitter, we hebben inmiddels ook sancties ingesteld tegen Iran. Ik ben benieuwd hoe het met de uitvoering daarvan staat. En zou het, zien ook de situatie en toch ook de escalaties die wij zien net niet terecht zijn om de Iraanse revolutionaire garde in zijn geheel dus dan ook aan te merken als terroristische organisatie, juist gezien de positie en rol daarvan in binnenlandse onderdrukking en bij geweld ook in het buitenland, zoals Syrië, Irak, Jemen, maar ook, zoals steeds duidelijker wordt, bij de levering van drones aan Rusland. Voorzitter, we zien dat Duitsland dit punt wat ik aanstip overweegt. En Amerika heeft het gedaan. En voorzitter, we hebben hier tijdens het Buitenlandse Zaken begrotingsdebat ook over gehad. Ik heb toen ook een motie ingediend die ik nog had aangehouden, omdat de minister het een en ander aan het uitzoeken was. Maar ik ben toch benieuwd of de minister inmiddels een visie daarop heeft. En die zou ik ook graag willen horen. Voorzitter, dan Afghanistan. Ik ben blij om te lezen hoeveel er inmiddels is gedaan. Er is ook flink wat werk verzet. Tegelijkertijd wil ik nog weten wat de inzet is voor de nog overgebleven groep mensen die in aanmerking komen voor evacuatie. Daarnaast zijn er helaas altijd nog individuele gevallen die buiten de boot vallen, lees ik. Maar waarvan ik denk, waarom? Ik kan niet al te specifiek zijn, maar als er mensen zijn waarvan Nederlandse militairen verklaren dat ze Nederland geholpen hebben, hoe kan het dan dat wij nu voor deze stap gaan zetten? Het gaat niet om heel veel mensen en noblesse oblige. Is de minister dat niet met mij eens? Voorzitter, ik wil kort wat vragen over Oekraïne. Ik zou willen vragen hoe we de militaire steun aan hen gaan volhouden. We hadden gehoopt dat deze oorlog snel zou stoppen, maar we zien dat dit waarschijnlijk ook het volgend jaar ingaan. Voorzitter, hoe gaan wij deze steun volhouden? Want voorzitter, wij zijn ook van mening dat moeten wij doen. We moeten ons ook daarop instellen. Sterker nog, afgezet tegen de Amerikaanse inspanningen, zouden we nog veel meer kunnen doen. Is de minister dat met mij eens en hoe denkt hij dat te kunnen bewerkstelligen? Voorzitter, het is al enige tijd gehad over Armenië. Daar wil ik toch kort opnieuw stilstaan. Want de Tweede Kamer dringt al jaren aan bij de regering op erkenning van de Armeense genocide. De regering, ongeacht politieke kleur, zo lijkt het, dat kennelijk nog niet te willen. De regering heeft eerder zelfs Turkse bronnen geraadpleegd om argumenten tegen erkenning van deze genocide te vinden. Dit terwijl er toch een duidelijke wetenschappelijke consensus over het onderwerp is en ook een politieke meerderheid. Kan de minister duidelijk uitleggen waar de weerstand nu precies aan zit? Of in licht. In zijn brief schrijft de regering dat van de EU-lidstaten alleen Frankrijk en Cyprus de genocide hebben erkend. Zijn voorganger, minister Kaag, noemde in een debat uit 2018 naast Frankrijk en Cyprus ook nog Griekenland, Slowakije en België.
Waar zit dat verschil in, vraag ik aan de minister. En Luxemburg heeft het overigens feitelijk ook erkend. Dus daarmee Nederland als enige Benelux-land niet. Voorzitter, verder wil ik ook Argentinië, Canada en de Verenigde Staten noemen. En president Biden heeft daar een verklaring over gegeven in april afgelopen. Vorig jaar in april. Dus vraag ik de minister of hij kan aangeven wat nu de volgende stappen in dit punt zijn. Voorzitter, ik heb ook gezien dat wij op zoek gaan naar gelijkgestemde partners. En uit de brief lees ik dat de minister dat rondgevraagd heeft en één land voorzichtig positief lijkt te reageren. Hoe nu verder, vraag ik. Of blijft het bij deze poging? Ik overweeg op dit punt ook een motie. Voorzitter, daar wil ik het in deze termijn bij laten. Hartstikke goed. Ja, we hadden 5 minuten afgesproken en daarna kwamen nog 3 collega's binnen. Ook voor de nieuwe collega's 5 minuten. Maar probeer het wel zo scherp mogelijk te houden. Ik geef aan als u op 4,5 zit, want ik wil wel maximaal 5 hebben. Mevrouw Piri, gaat de gang voor uw eerste termijn. Dank u wel, voorzitter. En ik spreek vandaag inderdaad mede namens GroenLinks-fractie. Fijn dat we ook over Afghanistan kunnen spreken. Want het verzoek lag er inmiddels 2,5 maand. Dus fijn dat het alsnog gelukt is. En ik zal mijn bijdrage dan ook exclusief daaraan besteden. Niet omdat de andere thema's onbelangrijk niet belangrijk zijn. Maar omdat we hier volgens mij extra aandacht aan moeten geven. Voorzitter, er staat in de brief die het kabinet stuurde, er worden geen nieuwe aanvragen meer in behandeling genomen, met uitzondering van de tolk en enkele schrijnende gevallen. En dit is eigenlijk meteen mijn pijnpunt en hoofdpunt. Want ereschuld verjaart niet. En de afspraak die het kabinet had gemaakt met deze Kamer was om geen einddatum te noemen. Ik snap als er mensen zijn die al meerdere keren aangeboden is om hen te evacueren en zij er zelf voor kiezen om dat niet te doen, dat dat op een gegeven moment ophoudt. Daar is alle begrip voor. Maar het kan niet zo zijn dat al eerder voor de evacuatie in Afghanistan gold bijvoorbeeld voor defensiemedewerkers, ook buiten de tolk om, als zij konden aantonen dat zij in levensgevaar waren vanwege het werk dat zij voor Nederland hadden gedaan, was er al een open einde regeling. Hoe kan het dan dat opeens met de motie Belhaj er toch een einddatum wordt gezocht voor een regeling die daarvoor een open einde afspraak had? Zo zijn er bijvoorbeeld door veteranen, mensen die daar collega's hadden, 60 beveiligers die gewoon op geen enkele manier meer contact kunnen leggen. Ook krijgen alleen maar out-of-office reply. Die gewoon voor Nederland hebben gewerkt. De veteranen kunnen dat bevestigen. Ze vallen onder de motie Belhaj. En het lijkt alsof gewoon er geen loket meer is waar mensen kunnen aankloppen. Dus vandaar ook mijn vraag. Waar kunnen mensen nog aankloppen die voldoen aan de criteria zoals door de Kamer en het kabinet zijn afgesproken? Ook als mensen niet in aanmerking komen voor overbrenging, hoe worden zij dan op de hoogte gebracht van het besluit? En wordt dit besluit dan ook gemotiveerd? Onze indruk is van de mails die wij krijgen dat er alleen maar een mailtje komt, u komt niet in aanmerking. En kunnen de mensen ook nog in beroep gaan hiertegen? Dan, er lopen op dit moment rechtszaken van enkele Afghanen die op een manier dan ook voor Nederland hebben gewerkt. En mochten zij in het gelijk worden gesteld, kan de minister dan bevestigen dat een overbrenging naar Nederland dan ook wordt gefaciliteerd. De vorige minister van Buitenlandse Zaken gaf aan dat er sprake zou zijn van een hardheidsclausule. Dat was een heftig debat hier in de Kamer, weet ik nog. Toen het kabinet kwam met toch strengere criteria dan die in de motie Belhaj stonden. Dus mijn vraag is eigenlijk, hoe is er omgegaan met het kijken naar schrijnende zaken? Is daar een commissie voor opgericht? Waren dat ambtenaren van Buitenlandse Zaken en Defensie? Was dat de minister die daar een besluit over nam? Graag hoor ik hoe dat is gegaan. Op welke manier wordt ervoor gezorgd dat mensen die in aanmerking komen voor overbrenging aan een paspoort kunnen komen en de reis kunnen betalen? Ik hoef deze minister niet uit te leggen, voorzitter, hoe momenteel de financiële situatie is in Afghanistan. En zou het wel heel schrijnend zijn als mensen wel de papieren hebben, gewoon recht hebben op evacuatie, en omdat ze gewoon niet aan hun geld kunnen komen, die op de bank staat in Afghanistan, waar heel Afghanistan nu mee te maken heeft, daardoor alsnog niet geëvacueerd kunnen worden. Is daar iets waarbij Nederland kan faciliteren? Dan oud-medewerkers die buiten hun schuld niet gebruik kunnen maken van de laatste optie tot geassisteerde overbrenging, komen nog steeds in aanmerking voor een vorm van geassisteerde overbrenging, staat in de brief. Kan de minister hierover uitweiden?
Dank ook voor de snelle beantwoording van de Kamervragen. Ik lees dat Nederland 25 mensen van de lijst die door EDEO is opgesteld voor mensen die hoog risico lopen, heeft overgebracht of gaat overbrengen. En de regeling is inmiddels verlengd tot eind 2023. Hoeveel mensen van de 650 personen zijn inmiddels overgebracht naar EU-lidstaten? En is Nederland bereid om samen met andere landen extra mensen op te vangen, zodat alle 650 mensen in veiligheid komen? Voorzitter, ik zie dat ik nog een halve minuut heb. Dus ik wou u heel even wat voorbeelden geven, zodat het niet ook bij cijfers blijft. De mensen waarvan wij nu de indruk hebben dat zij achterblijven. Weduwe van een vermoorde tolk, die toch niet in aanmerking komt. Een NGO-medewerkster die voldoet aan alle criteria, die tijdens die fase geen contact kreeg, de NGO voor wie ze heeft gewerkt, geen contact met haar en wordt nu toch niet meer behandeld. Een gezin waarvan de vader naar Nederland is gebracht en de rest van het gezin moet nu opeens wachten op de gezinsherenigingsprocedure. Nou, we weten dat dat minimaal 15 maanden gaat duren. En tenslotte, voorzitter, pleegkinderen die zijn achtergelaten, terwijl de rest van het gezin wel is geëvacueerd. Dank u wel. Dank u wel. Heer Brekemans, VVD, eerste termijn. Dank, voorzitter. Ook deze week kreeg Oekraïne weer te maken met massale Russische raketaanvallen. En de strijd aan het front is onverminderd heftig. De oorlog wordt steeds meer een uitputtingsslag en het einde is voorlopig nog niet in zicht. En juist nu het de komende maanden zwaar en koud is, is het cruciaal om Oekraïne intensief te blijven steunen. En om deze strijd te kunnen volhouden heeft Oekraïne ook het perspectief nodig dat we structureel in staat zijn om ze te blijven steunen. En daarbij moeten we samen met onze internationale partners meer vooruitkijken. Soms moet materieel dat we aan Oekraïne geven nog worden opgeknapt, zoals bijvoorbeeld de Tsjechische tanks. Moet van een specifiek wapensysteem meer munitie worden geproduceerd? Of moeten we kijken of we wapensystemen en munitie ook buiten EU en NAVO-landen kunnen kopen? En tegelijkertijd is er gezien het dreigingsbeeld ook onverminderd de noodzaak om onze Nederlandse krijgsmacht te versterken. De NAVO vraagt meer van ons, met name om de oostflank te versterken. En in de defensienota is daar ook een duidelijk plan voor opgesteld. Mijn vraag aan de minister is of hij het met mij eens is dat een lange termijn plan voor steun aan Oekraïne nodig is. En het tegelijkertijd ook nodig is om onze krijgsmacht te herstellen en te versterken. Het mag niet of-of zijn, maar en-en. Dan een ander belangrijk instrument voor het steunen van Oekraïne is de Europese Vredesfaciliteit. En op dit moment ligt de vraag voor of dit fonds wordt verhoogd in twee stappen of in één keer met 5,5 miljard. In totaal. Mijn partij is voorstander van in één keer 5,5 miljard. Op die manier kunnen ook de minder kapitaalkrachtige lidstaten beter op lange termijn plannen welke bijdrage zij kunnen leveren. Ik ben benieuwd naar het standpunt van de minister. Verder nog twee vragen over Oekraïne. Ten eerste, welke rol Nederland speelt in het ondersteunen van de energievoorziening. Nu zo duidelijk is dat dat eigenlijk een hoofddoel is nu van de Russische aanvallen. En wat we daar nog meer aan zouden kunnen doen om dat te ondersteunen. En tweede, hoe staat het met het voornemen van de EU om Russische tegoeden te kunnen confisceren en ook inzetten als steun aan Oekraïne? En welke bijdrage kan Nederland daaraan leveren? Dan ga ik naar Iran, want de protesten duren inmiddels bijna 3 maanden en de dapperheid van Iraanse mannen en vrouwen is ongekend. En we kunnen het gewelddadige optreden van het vrederegime niet vaak genoeg veroordelen. En ik sluit ook aan bij wat collega Ceder over zei, dat de executie van een van de demonstranten natuurlijk weer een schrijnend dieptepunt daarin is. En dat deze protesten ondanks die repressie zo lang volhouden is ook uniek als je kijkt naar de protesten in de afgelopen jaren. En we zien dat het Iraanse volk niet opgeeft en inmiddels worden daar ook stakingen aan toegevoegd door het hele land. En mijn vraag is of de minister enige mogelijkheid ziet om deze demonstranten te steunen en specifiek de mensen die staken. Of in alle realiteit is dat gezien het feit dat we geen financiële banden hebben met Iran, is dat onmogelijk. Tegelijkertijd is dat wel cruciaal om ook vanuit binnenland de druk op het regime op te voeren. En welke mogelijkheden zijn er voor meer externe druk? Welke sancties kunnen er nog worden ingesteld? En is het mogelijk om daarmee een groter aantal mensen te raken? Bijvoorbeeld ook familie van kopstukken van het regime. En ik weet dat mijn collega Van Dijk daar zometeen nog een aantal goede vragen over zal stellen. En met een voorstel zal komen. En tot slot, het handhaven van sancties is minstens zo belangrijk. Bij de begroting is er een motie van
van mevrouw Mulder en mij aangenomen om dit ook op Europees niveau beter te organiseren. Omdat je ziet dat er meer extraterritoriale sancties worden ingesteld die complexer zijn. En daarmee ook complexer om te handhaven. Maar wel enorm belangrijk om de sancties effectief te laten zijn. Mijn vraag is hoe de minister invulling gaat geven aan deze motie. Dan Afghanistan. De humanitaire omstandigheden blijven vreselijk, worden eigenlijk alleen maar slechter. En de Taliban werpt het land alleen maar verder terug in de tijd met barbaarse methoden. En toevallig was ook daar de eerste publieke executie, vond daar onlangs plaats. Hoe voorkomt het kabinet op dit moment dat we met onze hulp die we leveren aan de bevolking in Afghanistan, dat we de Taliban toch indirect versterken? En daarnaast blijft het voor de VVD een belangrijke prioriteit om terrorisme te voorkomen en irregulaire migratiestromen tegen te gaan. En mijn vraag is of het hier mogelijk is om meer samen te werken, niet alleen met westerse partners, maar ook met ongemakkelijke partners in de regio. Want zij hebben immers ook geen baat bij terrorisme en migratiestromen. Tot slot, tijdens de RBZ zal worden teruggeblikt op de ministeriële bijeenkomst met het zuidelijk nabuurschap. Mijn vraag is welke migratiediscussie daar heeft plaatsgevonden. Kan de minister toelichten wat de inzet was van Nederland en wat het Europese krachtenveld daar was? Want er hebben inmiddels al eindeloos veel van dit soort discussies en dialogen plaatsgevonden, maar ze blijven behoorlijk vrijblijvend. En zeker nu we in Europa te maken hebben met een ongekend hoge asielinstroom, moet die vrijblijvendheid eraf. Deelt de minister de mening dat het voor de EU tijd is om de druk op te voeren met stevigere drukmiddelen en natuurlijk met name marktoegang en Europese ontwikkelingshulp? Mijn vraag is of hij daarvoor actief wil pleiten in deze RBZ in lijn met diverse moties die ik daarvoor eerder heb ingediend. Dank u wel. De heer Sjoerdsma, D66. Ja, dank voorzitter. In lijn met wat collega's al hebben gezegd, wilde ik ook beginnen met Oekraïne. En met de verschrikkelijke situatie daar. En misschien om het gewoon eens één voor één af te lopen wat daar gebeurt en wat we daar nog tegen zouden kunnen doen. Allereerst die rakettenregen waar collega's al over hebben gesproken. De vraag vanuit mij in hoeverre er nu serieus wordt gekeken vanuit Nederland en andere landen om luchtafweergeschut te leveren wat in staat is om daar iets tegen te doen. Het lijkt dat de Oekraïne steeds effectiever worden, maar ik zou zeggen daar ligt volgens mij geen taboe op vanuit deze Kamer. En wat we daar zouden kunnen leveren of wat we daar eventueel zouden kunnen financieren ten behoeve van de Oekraïnse luchtverdediging. Ten tweede, hoe sneller Oekraïne het lukt om Rusland terug te dringen, hoe beter. En daar valt ook op dat er bij Nederland weliswaar geen taboes zijn, maar diverse andere landen die wel lijken te kennen. Ik zeg maar lijken, want het is natuurlijk lastig om vanuit hier de achtergrond van die discussies precies te volgen. Meer specifiek, zou deze minister bereid zijn om met zijn Duitse collega te praten, bijvoorbeeld over de levering van Leopard-tanks? Zou deze minister bereid zijn om te praten met onder andere Griekenland en Italië over het leveren van panzerhaubitsers, die toevallig ook nog hetzelfde type zijn als die Nederland levert, en waarvan mij niet helemaal duidelijk is waarom die door deze landen niet wordt geleverd? Dan iets terugkeer naar wat Europa zelf kan doen. De sancties, collega's hebben daar ook vragen over gesteld. Ik wacht heel even. Of ook wordt overwogen om bijvoorbeeld de 200 miljoen aan uranium die wij jaarlijks vanuit Rusland importeren elders in te kopen in plaats van bij Rusland. Ik sluit me aan bij die collega's die al vragen stelden over secundaire sancties om te zorgen dat de reikwijdte van onze eigen sancties en de effectiviteit daarvan zo groot mogelijk zijn. En ik vraag heel graag in hoeverre nou die sancties worden nageleefd en hoe snel dat Europese Commissievoorstel om daar bepaalde straffen aan te verbinden kan worden doorgevoerd. In Nederland is dat volgens mij al grotendeels geregeld. Hoewel ik ook nog maar weer eens noteer, we gaan er niet over, maar dat die bedrijven die betrokken leken te zijn bij de bouw van de brug in de Krim nog steeds wachten op een veroordeling. En dat is natuurlijk ook een vorm van sanctieontwijking, dat je uiteindelijk gewoon niet gestraft wordt voor datgene wat je hebt gedaan. Voorzitter, dan confisceren van Russische tegoeden. Ik zou de minister willen vragen in hoeverre de oprichting van een UN Compensation Committee, eigenlijk beoogd door een van die laatste VN-resoluties, daarvoor een nieuwe grondslag zou kunnen geven. En ik sluit me aan bij de VVD als het gaat over de EVF, 5,5 miljard. En ik vermoed dat we daarna nog weer gaan optuigen. Volgens mij moeten we daar ook niet al te moeilijk over doen.
Dan, voorzitter, Iran. Ik denk dat het duidelijk is dat daar een revolutie gaande is. En dat is dan ook eigenlijk mijn vraag. Tot nu toe heeft Nederland dit vooral aangevlogen vanuit de gedachte... ja, wij moeten demonstranten zoveel mogelijk beschermen tegen het geweld van het regime. Dat geweld moet stoppen. Maar je kan het ook vanuit de andere kant aanvliegen. En dat is mijn vraag aan deze minister. Steunt dit kabinet eigenlijk de wensen en de eisen van de demonstranten? Steunt dit kabinet deze revolutie? En zo ja, wat betekent dat dan? En een van de dingen die het sowieso zou moeten betekenen... dat is een wat minder fundamentele vraag... is dat nu er ook daadwerkelijk executies plaatsvinden in Iran vandaag. Zou ik zeggen, laten we bij elke executie die plaatsvindt... laten we die Iraanse ambassadeur op het matje roepen... om te markeren dat dit bij ons niet van de agenda verdwijnt... maar ook om te markeren dat wij het volstrekt onacceptabel vinden... dat mensen die demonstreren voor vrijheden dat moeten bekopen... Met de dood naar een zeer onzorgvuldige rechtsgang. En dat brengt me ook weer bij de sancties die door diverse collega's al zijn benoemd. Een blik op de Canadese sanctielijst leert dat ze in Canada... bijvoorbeeld 22 personen meer erop hebben staan dan de Europese Unie... 18 entiteiten meer... En dit is een beetje een terugkerend thema in deze commissie. Het thema van harmonisatie en ervoor zorgen dat, dat we dat allemaal gezamenlijk doen. En hier loopt de Europese Unie dus achter. En ik zou willen vragen om die inhaalslag te maken. Voorzitter, voor wat betreft Afghanistan sluit ik me omwille van de tijd aan bij eerdere sprekers. Tot slot nog mensenrechten. We hebben heel lang geknokt voor een mensenrechten sanctieregime. Dat is 2 jaar geleden, als ik het goed heb, ongeveer ingesteld. En dat is wel geteld 1 keer gebruikt. Nou zijn sancties geen doel op zich. Maar ik moet wel zeggen dat de follow-up van dat eerste pakket... politiek gezien en qua resultaten echt minimaal is geweest. Ik zou graag van de minister horen hoe hij dat ziet. En of deze minister ook bereid is om te bepleiten... dat op sommige van die treinen die in het eerste pakket zaten... of die buiten dat eerste pakket vielen, maar nu urgent aan de kaak moeten worden gesteld... dat daar een tweede pakket voor nodig is. En of hij zich daarvoor wil inzetten. En helemaal tot slot, aangezien we geen corruptie- of anticorruptie-sanctieregime hebben... of de minister ons een update zou kunnen geven over het krachtenveld daar op dit moment. Welke lidstaten zich daar nu positief achter scharen en waar nog enige twijfels over zijn. Voorzitter, dank u wel. Dank u wel. U heeft een interruptie van de heer Jasper van Dijk, SP. Ja, voorzitter, de heer Sjoerdsma die zei korthuishalve, sluit ik me rond Afghanistan aan bij vorige sprekers. Sluit hij zich dan ook aan bij het standpunt wat bijvoorbeeld door mevrouw Piri is ingenomen, dat je dus geen einddatum moet instellen als het gaat om de motie Belhaj, om het... feit dat er nog steeds mensen zijn die daar recht hebben op evacuatie... en dat de regering er alles aan moet doen om die mensen hier in veiligheid te brengen. De heer Sjoerdsma. Kortuithalve, ja. Dank u wel. Geen volvraag nodig. De heer De Roon van de PVV gaat de gang. Voorzitter, het ministerie van Buitenlandse Zaken is een nieuw initiatief gestart. De Mensenrechtenweek, toevallig is dat deze week. En het doel daarvan is de jeugd beter bewustwording bij te brengen over mensenrechten... Maar die Mensenrechtenweek was amper begonnen toen Indonesië bekendmaakte dat buitenechtelijke seks, seks voor het huwelijk en ongehuwd samenleven daar strafbaar worden gesteld. Waarmee niet zozeer de Mensenrechtenweek, maar Indonesië onze jeugd uiteindelijk een belangrijke les leert. Namelijk dat de islam en vrijheid slecht verenigbaar en vaak ook onverenigbaar zijn. En ik vraag de minister, laten we dat ook vooral benadrukken in het kader van bewustwording. Dan Oekraïne. In Oekraïne wordt zwaar gevochten rond Bakhmut. Het is onduidelijk hoe lang men dat daar gaat volhouden, die strijd. Maar voor de PVV is ook van belang hoe lang houdt Nederland de financiële en materiële steun aan Oekraïne vol. We zien nu al dat de koopkracht van Nederlanders in elkaar stort. En ook zet de helft van de Nederlanders de verwarming al niet meer aan vanwege de hoge energiekosten. Terwijl de Nederlanders in armoede wegzakken, wil Brussel de Europese vredesfaciliteit met miljarden ophogen. En daarvan moet dan weer 6% uit de Nederlandse schatkist komen. Een besluit daarover, zo lezen we, valt volgende mee. Maar wat Nederland kiest, hoeveel geld het kabinet precies wil uittrekken... en over welke periode, dat wordt allemaal niet duidelijk. Kan de minister die duidelijkheid nu vandaag hier wel scheppen? Wat wordt exact de Nederlandse inzet? Dan Nord Stream. Een aantal landen, Zweden, Denemarken en Duitsland... die gaan er gewoon vanuit dat die pijpleidingen gesaboteerd zijn. Wie dat dan heeft gedaan, dat laten ze nog in het midden. Maar wat ze in ieder geval wel doen, dat is de beveiliging van hun vitale infrastructuur... energieinfrastructuur opschroeven. Bijvoorbeeld Duitsland heeft besloten de LNG-terminal in Wilhelmshaven permanent te beveiligen. Maar dit kabinet, het Nederlands kabinet, komt voor Nederland niet verder dan een magere opsomming van wat we eventueel, mogelijk en pas bij een melding van de kustwacht kunnen doen. Concrete beveiligingsmaatregelen bij LNG-terminals of andere infrastructurele punten komen in het hele verhaal niet voor.
En dan vraag ik mij toch af, waarom eigenlijk niet? Waarom is het kabinet zo afwachtend? Dat stelt de PVV niet gerust. Dan de erkenning van genocides. Het is naar ons mening een schande dat het kabinet nog steeds niet in staat is gebleken om die Armeense genocide te erkennen. En wat het vooral pijnlijk maakt, is dat het kabinet en de coalitiepartijen zichzelf blijven gijzelen en er een heel circus omheen hebben opgetuigd in de afgelopen maanden. Zo moest de erkenning opeens in samenspraak met andere landen. En dat was een extra voorwaarde die de erkenning natuurlijk alleen maar lastiger maakte. Dat blijkt ook wel, excusez le mot, uit dat lullige briefje dat de Kamer onlangs kreeg van de minister, waarin kort samengevat staat, EU-lidstaten hebben geen interesse om het Nederland op te trekken. En waarom zouden ze ook, als het kabinet al zelf niet eens mans genoeg is om zelf duidelijk stelling te nemen, hoe ga je dan andere landen overtuigen? Dat is een aanfluiting, voorzitter. En Nederland zou de Armeense genocide nog dit jaar moeten erkennen, onafhankelijk van andere landen. Graag een reactie van de minister. Dan kom ik bij Afghanistan. In lijn met mijn motie erkent Nederland de Taliban niet als vertegenwoordiger van de Afghaanse bevolking, wat op zich natuurlijk mooi is. Maar ik lees wel in een van de brieven dat er wel operationele contacten zijn. Mijn vraag is nou, met wie dan? Met wie dan bij de Taliban? Waar gaat dat dan over? En wat is nou daar het effect van? Wat is het resultaat daarvan? En verder wil ik nog opmerken dat ik het hoogst opmerkelijk vind dat in de brief van 7 juli staat dat er geen indicaties zijn dat hulpstromen bij de Taliban terechtkomen. Dat kan maar 2 dingen betekenen. Of de Taliban is een liefdadigheidsorganisatie geworden, daar ziet het niet naar uit. Of de hulpclubjes die gefinancierd worden, die melden malversaties niet uit angst dat subsidiestromen dan zouden opdrogen. En de PVV denkt eerlijk gezegd eerder aan dat laatste. Want welk belang zouden hulpclubjes kunnen hebben om malversaties te melden als Nederland er toch niet langs andere weg achter kan komen? Graag een reactie van de minister. Dan nog een laatste vraag over Afghanistan. Rusland schijnt volmaandige commando's te recruteren van het Afghaanse leger om ze vervolgens in te zetten in Oekraïne. Dat las ik in een bericht van Associated Press. Kan Nederland deze berichtgeving bevestigen? Hebben we daar zicht op? En ik vraag dat natuurlijk omdat we niet wilden dat ze na die oorlog in Oekraïne allemaal hier naartoe vluchten met hun zogenaamde trauma's en gevechtservaringen. Dank u, voorzitter. Dank u wel, de heer Jasper van Dijk, SP. Voorzitter, de strijd in Oekraïne woedt voort en de aanvallen van Rusland houden niet op. Dat is volstrekt onacceptabel. Aan de andere kant hebben we van de week ook gezien dat er vanuit Oekraïne hoogstwaarschijnlijk drones zijn afgevuurd op Russische bases. De vraag is, mijn vraag aan de minister is, wisten de Amerikanen daarvan? En zo ja, hoe zit dat? Mag ook per brief, zeg ik tegen de minister. Ook vertrouwen. Voorzitter, tegelijkertijd gebeurt er op het verbale front ook van alles. We lezen van alles over gesprekken, inzet op onderhandelingen. Biden en Macron hebben daar dingen over gezegd. Poetin heeft gisteren dingen gezegd over kernwapens, buitengewoon zorgelijk. Ik vraag ook aan de minister wanneer hij met een brief komt, naar aanleiding van mijn aangenomen motie van vorige week. Graag een update van de vorderingen op dat punt. Voorzitter, hoe kijkt de regering naar een zogenaamd agressietribunaal om oorlogsmisdadigers te kunnen berechten? We hebben het vanochtend al even over gehad. Graag een reactie. Met betrekking tot wapenleveranties constateer ik nog steeds een gebrek aan transparantie. Hoe zit het bijvoorbeeld met de potentiële levering van F-16's aan Oost-Europa? Het Europees Vredesfonds, oh ironie, de Peace Facility. Daar wordt ons de keus voor gelegd. Bent u voor verhogen van het budget of bent u voor verhogen van het budget? Van 2 tot 5 miljard. De heer Sjoerdsma vindt dat geweldig. Ik zit daar anders in. Maar ik hoor graag wat nu het standpunt van de minister is. U heeft een interruptie van de heer Sjoerdsma. Ja, voorzitter. Ja, dat roept natuurlijk de vraag op. Want de heer Van Dijk wil dat niet uit zichzelf onthullen. Hoe de SP zit hierin. Wil de SP dat fonds niet verhogen? De heer Van Dijk. Nee, voorzitter. Wij zijn zeer kritisch over dat fonds. Het gaat hier namelijk om een Europese vredesfaciliteit. Een soort declaratiefonds. Waar een budget voor gereserveerd is dat constant wordt opgehoogd. Dat ligt dus nu ook voor.
En ik vind dat een zogenaamde vestzak-brokzak-operatie. Laten we elkaar niet voor de gek houden. Het gaat hier om landen, individuele landen die ervoor kunnen kiezen om wapens te leveren, Nederland ook, en dat betalen. Maar dit Europees Vredesfonds, vanuit Brussel gerealiseerd, dat vind ik buitengewoon omslachtig en ondoorzichtig. Heb ik ook al vaker gezegd. Dus ik zou zeggen, als je wapens wil leveren, doe het dan zelf als lidstaat. De heer Sjoerdsma. Ja, voorzitter. En dat steunt de heer Van Dijk en de SP dan ook. Hè? Ik vraag het maar eventjes, omdat er telkens in elk debat slippen van die kleine vraagjes tussendoor. Van nou, Oekraïne zet wel of niet drones in. En, weet je, het wordt niet hardop gezegd, maar er zit een ondertoon in van dat zou niet moeten gebeuren. Als het gaat over wapenleveranties, het is niet transparant met een ondertoon van ja, eigenlijk heeft het de steun van de SP niet. En zo, dus ik vraag ook de SP om wel duidelijk te zijn. Kijk, het is niks tegen de parlementaire controle of de democratische controle van fondsen. Daar zal de SP D66 wel aan zijn zijde vinden. Maar ik mag wel hopen dat de positie van de SP nog steeds is. Ja tegen sancties, ja tegen wapenleveranties en nee tegen de Russische agressie. De heer Jasper van Dijk. Zeker, voorzitter. En dat weet de heer Sjoerdsma ook. En dat van die ondertoon, dat laat ik geheel aan hem over. Dat is zijn exegese. Dat is zijn subjectieve lezing van ons standpunt. Vervolgend betoog. Voorzitter, deze week worden ook de oliesancties van kracht. Maar er bestaan de nodige twijfels over de effectiviteit ervan. Wat kan de Europese Unie doen om die effectiviteit te vergroten? Wat vindt de minister van het voorstel van commissievoorzitter von der Leyen om via een juridische omweg, beleggen met bevroren tegoeden, Rusland te laten betalen voor de oorlogsschade? Voorzitter, dan over Turkije. Die stelt zowel de NAVO als de EU op de proef. Vorige week leverde Zweden een Turks-Koerdische man uit, wat nogal wat vragen oproept. Klopt het dat het NAVO-lidmaatschap van Zweden en Finland nu hangt op uitlevering van Koerdische activisten? Zo ja, bent u bereid zich in de RBZ hiertegen uit te spreken. We kunnen dit niet loszien van de slechte mensenrechten situatie in Turkije. Er zitten nog duizenden politieke tegenstanders in de gevangenis, waaronder verkozen parlementsleden. Daarnaast interveneert Turkije in Noordoost-Syrië met luchtaanvallen en mogelijk een landoperatie. Is de minister bereid Turkije op te roepen af te zien van dit militaire optreden? Voorzitter, Iran. De gruwelijkheden zijn onbeschrijfelijk. Dat hebben meerdere sprekers al terecht opgemerkt. Gisteren zijn we nog hier buiten in gesprek geweest met Iraniërs. Ze hebben mij foto's laten zien van mensen die gemarteld zijn. Het is weerzinwekkend. Nou is mijn voorstel inderdaad, in hoeverre is het mogelijk om het zogenaamde repressienetwerk van het Iraanse regime, wat zij eigenlijk over de hele wereld hebben, en dus ook in Europa, om dat in kaart te brengen. Dus dat zijn eigenlijk Iraanse handlangers, spionnen, contacten van het regime die hier in Europa en ook in Nederland actief zijn om de repressie voor te zetten. Ze hebben evengoed een financieel netwerk hier om sancties mee te omzeilen. Is het mogelijk om dat netwerk in kaart te brengen en zo mogelijk tegoeden van deze Iraniërs te bevriezen? Is mijn vraag. Graag een reactie. Voorzitter, ik weet niet hoeveel tijd ik nog heb. 1 minuut 2. Dank. De publicatie van het actieplan Marokko. Dat deed ons ook eventjes verbazing zien. Er was geen deal, werd ons steeds verteld, tussen Marokko en Nederland. Maar toen het plan naar buiten kwam, stond daar toch geen inmenging in binnenlandse aangelegenheden. Dat lijkt toch wel degelijk op een afspraak om je dus niet meer met Marokko, met Marokkaanse mensenrechten, te bemoeien. Erkent de minister dat het dus net even anders in elkaar zat dan ons was voorgespiegeld? En voorzitter, hoeveel veilige landers zijn nu al teruggekeerd op basis van diezelfde afspraak? Voorzitter, Afghanistan tot slot. Ik sluit me aan bij mevrouw Piri. Er dient geen einddatum te zijn. Dat is ook niet conform de motie Belhaj. Er vallen nog steeds mensen buiten de boot. Als je kijkt naar die motie Belhaj. Mag ik u wijzen op een brief van de advocaat de heer Verbaas van 6 december. Ik kan de brief aan u geven. Hij noemt voorbeelden van mensen die nog altijd wachten op hulp. Bijvoorbeeld de Afghaanse fixer Jamal Naik. Hij wordt bedreigd door de Taliban, heeft geen oproep gehad vanuit Nederland, maar heeft wel recht op evacuatie. Graag een reactie. U heeft nog een interruptie van mevrouw Piri.
Ja, volgens mij, voorzitter, zei de heer Van Dijk hele interessante dingen. Gaf hij even aandacht aan de mogelijke militaire acties van Turkije tegen de Koerden in Noordoost-Syrië. Nou zagen we ook dat in verband met de zogenaamde afspraak die tussen Zweden en Turkije zijn gemaakt, en nu ook een Koerdische Turk is uitgeleverd naar Turkije toe. Wat natuurlijk ook ontzettend veel onrust geeft onder de Koerdische bevolking in Nederland. Dus mijn vraag is de heer Van Dijk ook benieuwd of Nederland wil uitsluiten dat soort dingen natuurlijk gebeuren hier met Koerdisch-Turkse staatsburgers? De heer Jasper Van Dijk. Dat ben ik zeer eens met mevrouw Piri. En ik zou het ook goed vinden als de minister wil reageren op de ontwikkeling die zich dus nu afspeelt tussen Zweden en Turkije, waarbij Turkije erin lijkt te slagen om Koerdische activisten te laten uitleveren. Hoe verhoudt zich dat tot Europese afspraken? Dank u wel. Mevrouw Mulder, uw eerste termijn gaat de gang. Ja, voorzitter, dank. Er staat veel op de agenda. En ik zal mij met name richten op Oekraïne, Iran en Afghanistan. En voor de vragen over Armenië wil ik me graag aansluiten bij collega Seder van de ChristenUnie. Allereerst Oekraïne. De winter is begonnen en het is moeilijk met zoveel aanvallen op alle energiedoelen in het land. En ik hoop dat de ministers volgende week kunnen aangeven dat er extra geld beschikbaar komt, want dat zal op lange termijn ook nodig zijn. Ik sluit me wel aan bij de opmerking ook over van het moet wel op een ordentelijke manier gebeuren. En misschien kan de minister daar ook nog wat over zeggen hoe dat allemaal zit met de financiën. Zeker als oud-financiën minister zal hem dat toch ook aan het hart gaan, dat we wel ordentelijk begroten. Voorzitter, dan de sancties. We zijn er echt wel blij mee dat Nederland binnen de Europese Unie een voortrekkersrol heeft gepakt. En dat er ook progressie wordt geboekt bij die secundaire sancties. En tegelijkertijd sluit ik me ook aan bij de vraag van collega Brekelmans juist over dit punt, ook van naar aanleiding van onze gezamenlijke motie. En ik vraag me ook af hoe er wordt ingezet op de aanpak van omzeiling. Hoeveel personen en bedrijven staan inmiddels op de sanctielijst van omzeiling? En in het begin van de week kwam een bericht naar buiten dat Russische olietankers van de radar verdwijnen. Gezellig de boel overboeken naar een andere tanker. En dat dan als een andere olie doorgaat. Ja, dat kan gewoon toch niet de bedoeling zijn. Dus wat gaat de minister daar ook met zijn collega's aan doen? Ja, en als je dan naar de nationale veiligheid kijkt, dan vind ik het toch heel verontrustend dat naar een ambassade in Nederland, de Oekraïnse ambassade, dat daar van alles naartoe wordt gestuurd wat daar niet naartoe gestuurd hoort te worden. En dat dat ook in andere landen in Europa plaatsvindt. En we zouden daar graag wat meer een toelichting op willen hebben van de minister, hoe daarop wordt gereageerd, ook in Europese verband. Want ja, daarmee komt die oorlog ook gewoon ons land binnen. En nog meer binnen, zeg ik dan, want op heel veel terreinen komt die natuurlijk al binnen. Voorzitter, er staat ook nog een brief op de agenda over de sabotage van de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2. Collega De Roon begon daar ook over. En dan gaat het in de brief van de minister eigenlijk met name op de infrastructuur in de Noordzee. Maar ik zou het wel graag wat breder willen trekken, net als collega De Roon. Moeten we niet een extra slag maken om onze gehele vitale infrastructuur beter te beveiligen? Dus ook die op land. En recent is in de brief aanpak statelijke dreigingen beschreven welke risico's we lopen. En natuurlijk ligt hierbij de nadruk op cyberveiligheid. Maar ook buiten dat cyberdomein zouden we ons niet graag willen laten verrassen. Graag een reactie van de minister. Dan Iran. Ik had hem zelf ook op mijn lijst staan om te vragen aan de minister om toch de ambassadeur op het matje te roepen. Vandaag met de eerste executie van een demonstrant. Het gaat door merg en been. En ik zou heel graag een heel duidelijk statement vanuit Nederland en ook vanuit de Europese Unie volgende week willen zien op deze ontwikkelingen. Dit is echt ongehoord wat hier gaande is. En kan de minister dan ook pleiten voor een nog steviger sanctiepakket? Collega's noemden daarbij het voorbeeld van Canada. Als daar nog winst te halen is, ook voor ons, voor in Europa, dan zou ik dat heel erg fijn vinden. Als dat niet kan, dan hoor ik graag waarom het niet kan. Hè? Waarom is het dan bij ons anders?
We willen ook diegenen die in Iran in de gevangenis zitten heel veel sterkte toewensen. Niet alleen die Iraanse mensen die protesteren, maar ook een Nederlander die daar zit. En we vragen ons ook af of de minister bereid is om hier in Nederland zelf met de, met de mensen die demonstreren ook in gesprek te gaan. Ik weet dat er één iemand al een hele tijd voor het gebouw van Buitenlandse Zaken zit. Ik zou het gewoon heel fijn vinden dat daar even een kort gesprek ook mee plaats zou vinden. Is de minister daartoe bereid? En tot slot, voorzitter, Afghanistan. Met pijn in het hart zie je dat het land verder afglijdt. En de manier waarop de Taliban vrouwen behandelt, ja, dat lijkt neer te komen op een misdrijf tegen de menselijkheid volgens VN-experts. En het is een hele treurige ontwikkeling. En als je dan kijkt ook van waar zijn er dan nog misschien lichtpuntjes, dan kijk ik ook naar opleiding van vrouwen daar. Dat zijn meer de softe kant eigenlijk, waar we natuurlijk als land in het verleden op hebben geïnvesteerd. Dat daar ook aandacht voor komt. En er is een programma, het Nationaal Agricultural Education College. En daar hebben we in het verleden ook in geïnvesteerd. En daar is een toezegging over geweest bij de begrotingsbehandeling van BUAOS. Maar dit is het debat ook over Afghanistan. Dus ik wil graag een update daarvan krijgen, voorzitter. Dank u wel. U heeft nog één interruptie van mevrouw Piri. Ja, dank voorzitter. Vraag aan mevrouw Mulder. Samen met haar collega Boswijk hebben wij natuurlijk in de commissie Defensie ons toen heel erg hard gemaakt voor de mensen die voor Defensie hebben gewerkt. En een van de problemen was natuurlijk dat Nederland nooit had bijgehouden welke werknemers nou eigenlijk in dienst waren van de Nederlandse krijgsmacht. Is mevrouw Mulder nu eens dat het heel raar zou zijn om nu opeens een einddatum te zetten op die evacuaties, terwijl wij die mensen niet konden benaderen en het maar de vraag was of zij, op welke manier zij dan ook in die maanden moesten afweten van de regeling die in Nederland was getroffen? Mevrouw Mulder. Nou, ik vind dat als mensen kunnen aantonen, hè, dat ze voor ons hebben gewerkt en dat kan worden geverifieerd, dan vind ik ook dat ze teruggehaald moeten kunnen worden. Ja, zo zitten wij daarin. Daar wijk ik ook niet af van ook collega Sjoerdsma. En het is gewoon heel verdrietig dat het allemaal zo moet lopen. En we hopen dat de mensen op een goede manier terug kunnen komen. Want het is, zeker als je ziet hoe het nu nog verder afglijdt, dan gaan we echt niet de goede kant op. En misschien tot slot, voorzitter. Ik had van de week, en ik heb meerdere keren een gesprek gehad met een Afghaanse inwoner die nu een goed leven heeft opgebouwd hier in Nederland, maar nog altijd betrokken is met de mensen daar. Ook aandacht gevraagd om vrouwen en meisjes verder op te leiden door middel van tablets en dan zorgen dat ze de taal leren en dat ze een toekomst kunnen hebben en daarmee ook een lange termijn toekomst voor het land op te kunnen zetten. En ik ben benieuwd of de minister bereid is om daar naar dat soort initiatieven ook te kijken. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel voor uw eerste inbreng in de eerste termijn van de Kamer. Kijk even naar de minister hoe lang hij zou willen schorsen. 5 korte minuten. 5 korte minuten. Dan gaan we 5 korte minuten schorsen. Gaan we even na kwart over verder. Ik geef u ook mee dat wij moeten stemmen vanmiddag. En als er gestemd gaat worden en de bel gaat, dan gaan wij schorsen. Dan weet u dat alvast. Nee. Want er moet geschorst worden voor de begrotingsstemmingen. Ook nog.
Dames en heren, de minister is terug voor de beantwoording in eerste termijn. We hebben net ook kunnen zien dat de stemmingen in de plenaire zaal bij aanvang middagvergadering zijn. Dus die zullen tijdens dit debat ergens gaan plaatsvinden. Er wordt niet apart gebeld voor hoofdelijke stemming. Dus we zullen daar allemaal aanwezig moeten zijn voor het geval dat plaats zal vinden. Dan weet u dat alvast. Dan wil ik graag de minister in eerste termijn het woord geven om antwoord te geven op alle gestelde vragen. Gaat u gang. Voorzitter, dank u wel. En ook dank aan de leden voor de uitgebreide reflecties, primair natuurlijk over Oekraïne, maar ook zeer nadrukkelijk over Iran, Afghanistan en een aantal andere theaters, zoals de Amerikanen dat noemen. Ik zou willen beginnen met Oekraïne, dan Iran, dan Afghanistan. En dan zijn er minder vragen gesteld, maar wel ook vragen gesteld nog over Armenië, Azerbeidzjan, Turkije en nog een paar dingen in de categorie overige. Ik zal het allemaal aflopen, maar ik wil beginnen met Oekraïne. En voorzitter, ik ontkom er niet aan om een deel van de dingen gewoon te herhalen uit het overleg wat we deze ochtend hadden. Waarbij, ik zit even te tellen, twee woordvoerders bij waren. Maar ook daar werden vragen gesteld die misschien meer aan dit debat raakten. Maar die wil ik toch ook voor de volledigheid dan hier weer beantwoorden. Want ze zijn gewoon hier soms vrijwel letterlijk herhaald. Dus met uw goedvinden ga ik dat doen. En net als daar ga ik ook hier nog een keer onder woorden brengen hoe buitengewoon zorgelijk de situatie daar is. En hoezeer ons commitment naar de Oekraïnse bevolking en naar het Oekraïnse leger kaarsrecht overeind staat. En ieder bericht wat gaat over opnieuw grove schendingen van mensenrechten, en de verhalen zijn soms echt volstrekt schandalig en mensonterend. Ieder bericht wat we horen over aanvallen op energievoorzieningen, elk bericht wat gaat over dingen die Rusland uithaalt richting hetzij de civiele populatie, hetzij het leger, zal het kabinet alleen maar verder versterken in de bereidheid om Oekraïne te helpen. En dat geldt ook voor het gros van mijn Europese en NAVO-collega's. Dus wij zullen langs die lijn zullen we blijven opereren. De vraag van de heer Seder was, dat vind ik een hele terechte vraag, hoe lang ga je dat dan volhouden? Ja, zolang als nodig is. Echt zolang als nodig is. En ik heb niet voor niks eerder geschetst, zo een aantal maanden geleden, ik weet het misschien ook wel hier in de Kamer, dat de Sovjet-Unie, ik geloof een jaar of 9, heeft huisgehouden in Afghanistan. Dat de bezetting van een aantal landen in Oost-Europa decennia heeft geduurd. En daarmee zeg ik niet dat dit deze lengte zal nemen. Maar je moet in zo'n situatie wel rekening houden, niet alleen met het optimistische scenario dat je er misschien in een aantal maanden vanaf bent, maar dat het mogelijk nog jaren duurt. En sowieso ga ik ervan uit dat we er tot diep in 2023 aan vastzitten. Dus eens met wat volgens mij onder de vraag van de heer Seder lag. Maar dat is in ieder geval hoe ik daarnaar kijk. En wij hebben geen alternatief. Want het gaat om hun vrede en veiligheid, maar ook om die van ons continent. En ook, heb ik ook vaker benoemd, de signaalwaarde dat we laten zien wat we wel en niet accepteren. En we weten allemaal dat dat in de geopolitiek geen trivialiteit is. Dat is van essentieel belang om te laten zien hoezeer je op je strepen gaat staan op het moment dat er dingen gebeuren die je gewoon niet kan accepteren. Want dat ontmoedigt dan wel, moedigt zeker dictators aan om bepaald gedrag te vertonen dan wel te laten. Voorzitter, dan in het vorige overleg ook uitgebreid gehad over Russische goederen en confisceren. De heer Soesma die vroeg daar wat mij betreft helemaal terecht naar. Ik heb in het vorige overleg ook aangegeven dat ik opties zoals die nu worden verkend, dat ik daar heel graag aan deelneem. Dat ik zelf ook graag wil kijken wat daar wel in kan. Ik heb daar toegezegd, zeg ik ook richting de heer Seder, dat het zijn nog vlak voor het kerstreces, dan wel na het kerstreces, ik daar nog met een overzicht kom naar de Kamer. En ik denk dat het makkelijkst is dat ik zorg dat het in ieder geval ook in deze commissie landt, dat stuk. En ik zal dan ook even ingaan op de vraag van de heer Soersma. Kan je nou aan de recente VN-resolutie, kan je daar een titel aan ontlenen? Want dat is natuurlijk een hele interessante. Als dat je een titel geeft om te kunnen confisceren, en je daar ook een nationale titel voor confiscatie van kan maken, ja, dan ben je eigenlijk waar je zijn wil. En in het vorige debat deze ochtend, voorzitter, heb ik nog uitgebreid geschetst, maar dat is voor deze commissie niet nieuw. Zeer forward-leaning en ook ja,
Wat nou juist ons onderscheidt van Rusland is het respecteren van de rechtsstaat en het respecteren van het eigendomsrecht. Dus wij gaan bevriezen en confisceren, zodra dat ook maar enigszins kan, maar daar moet een juridische titel voor zijn. En ik kom dan dus ook, ik ga daar ook in meenemen de vraag van de heer Sjoerdsma. Die wil ik nog Voordat u doorgaat op dit punt, de heer Sjoerdsma. Ja, voorzitter, dat is zeer welkom. Ik zou er misschien nog één ding aan willen toevoegen als het mag. En dat is dat het wellicht interessant is om dat daarin mee te nemen. Dat als er gerechtelijke uitspraken zijn die Rusland schuldig houden voor de schade. En dat die schade vervolgens verhaalt. En dat daar een schadevergoeding uit volgt. En dat die schadevergoeding vervolgens verhaald moet worden. Dat dat dan wellicht ook een basis zou kunnen zijn voor dergelijke dingen. Dat zou ik interessant vinden. De minister. Absoluut. En daar is de grondhouding van het kabinet zal dus echt zijn. Laten we kijken wat wel kan. Maar nogmaals, en daar zijn we het volgens mij met in ieder geval een grote Kamermeerderheid over eens. Daar hebben we in onze rechtsstaat juist wel een juridische titel voor nodig. Maar ik neem die laatste van de heer Sjoerdsma, die neem ik heel graag mee. Voorzitter, dan de heer Brekelmans, die zei, dat raakt aan de Nederlandse krijgsmacht. Ook daar ben ik het mee eens. Die zei, ja, je moet wel opletten dat je twee dingen blijft doen. Dat je zorgt dat er voldoende voortzettingsvermogen is in Oekraïne. En dat is de steun, inmiddels bijna 1 miljard, wat wij leveren als Nederland aan Oekraïne. Dat is overigens per capita een zeer hoog getal. Als je dat afzet tegen veel landen in Europa en in Noord-Amerika en overigens ook breder op de wereld. Maar hij zei terecht, ja, daarnaast heb je nog wel wat anders te doen. Want de krijgsmacht moet een inhaalslag maken. En dat is overigens iets wat wij gemeen hebben met veel andere Europese landen. Want ja, waren wij de enige geweest die ver onderaan die 2% hadden gebungeld, dan was dat voor de NAVO maar beperkt een probleem geweest. Maar zo is het niet. Wij zaten volgens mij aan het begin van de vorige kabinetsperiode, doet even uit mijn hoofd, op 1,3, 1,35%. Ver onder de 2%. Maar we waren zeker niet de laagste. Dus, en er waren veel landen die onder de 1,5 zaten. Dus dat moeten we doen. Dat is overigens ook precies wat de minister en de staatssecretaris van Defensie van plan zijn. En de kunst is om ervoor te zorgen dat je niet alleen een groter NAVO-leger krijgt en dat je dus die investeringen doet, maar dat je tegelijkertijd ook zorgt dat je dat op zo'n manier doet dat dat leger significant beter wordt, meer nog dan alleen maar de investeringen die je doet, door juist te kijken wie doet nou wat, hoe zorg je voor meer interoperabiliteit. Dus zeer eens met die gedachte van de heer Brekelmans. Voorzitter, dan. Voordat u verder gaat, de heer Brekelmans. Ja, ik ben uiteraard heel blij om dat te horen. En misschien om daar nog aan toe te voegen. Kijk, natuurlijk een van de lessen die we de afgelopen 10 jaar hebben geleerd is dat ook als het economisch wat minder gaat, dat niet reden is om je krijgsmacht te verzwakken. Hè? Dat is juist ook de geopolitieke les, denk ik, van het afgelopen jaar. Dus ook vooruitkijkend, als we ook zien dat het economisch, dat we wellicht wat zwaardere tijden tegemoet gaan en dat tegelijkertijd eigenlijk die inhaalslag die we op defensie moeten maken, dat is 1. En 2, dat we desondanks als het economisch zwaar wordt ook volop die steun aan Oekraïne moeten geven. Dus ook meer vooruitkijkend of de minister het daarmee eens is. De minister. Ja, voorzitter, ben ik het zeer mee eens. Ik heb ook bij de begrotingsbehandeling onder woorden gebracht dat ik sowieso vind dat lange termijn planning, los van dat een week in de politiek, zoals het gezegd is, een lange tijd is. Dat je lange termijn planning op veel onderwerpen, maar ook op dit onderwerp, dat verstandig is. Waarbij ik toen wel ook heb gezegd, het is nu niet aan mij om dat plan van, ik geloof, CDA, SGP en VVD te becommentariëren. Want dan begeef ik me in lastig vaarwater en ook prematuur ten aanzien van de coalitieafspraken. Maar die langere termijn trend ben ik het zeer mee eens. En laten we ook gewoon eerlijk zijn. We hebben dat zogenaamde vredesdividend 3 keer opgesoupeerd. En te laat zijn we een nieuwe weg ingeslagen. Dan ook nog eentje uit het vorige debat die ik wilde herhalen. Het waren de vragen van, ik geloof, meerdere sprekers over de European Peace Facility. Ja, en daar was de heer Droon het niet mee eens. Maar dat mag niet verrassen, want mevrouw Meijer was het daar ook al niet mee eens. Kabinet wil juist wel dat die faciliteit verhoogd wordt. Heeft morgen kabinetsberaad over welke weg we daar zullen bewandelen. En daar zullen we dan de Kamer uiteraard ook over informeren. Voorzitter, ik moet er wel één ding, moet me toch van het hart. We zien dat de oorlog ook zijn weerslag heeft in Europa en in Nederland. En dat grote gevolgen heeft
voor mensen als het gaat over hun energierekening, het boodschappenmandje enzovoort. En daarom is de aanpak van het kabinet met hele brede steun voor vanuit de Kamer juist geweest om ook te zorgen dat we doen wat vanzelfsprekend voor elke regering altijd een hele grote verantwoordelijkheid is. Namelijk zorgen dat iedereen die grote gevolgen daarvan ondervindt, dat we die de helpende hand bieden. Allereerst de mensen die het meest nodig hebben. Maar de gevolgtrekking en ook het tegenover elkaar zetten van de heer De Roon van die dingen, daar wil ik echt afstand van nemen. Ik vond dat moreel ook niet zuiver. Want hij zegt, dan ga je 6% doen van een paar miljard. En daardoor kunnen we die energierekening niet meer betalen. Toch even daar de getallen op ons laten inwerken. Dat is 6% van een paar miljard. En tientallen miljarden alleen al aan steun op het gebied van de energierekening. En sowieso is het kabinet van mening dat je beide dingen moet doen. Je moet doorgaan met de oorlog. Dat is ook in het Nederlandse belang. Het steunen van de oorlog, moet ik zeggen. En daarnaast heb je mensen de helpende hand te bieden binnenlands. Maar ik wil dat wel gezegd hebben. En de gedachte dat we dus maar zouden moeten stoppen. Of niet mee zouden moeten doen aan die European Peace Facility, daar wil ik echt afstand van nemen. Voorzitter, dan nog een vraag van, die zou je ook in het bakje Afghanistan kunnen doen, maar een vraag van de heer Van Dijk. Die ging over berichten over Afghanen die zouden meevechten in Rusland. Dacht ik dat hij. Oh, dan haal ik die door elkaar. Ik dacht dat hij dat was. Maar dan neem ik dat onmiddellijk terug, voorzitter. Heb ik de afzender heb ik iets verkeerd opgeschreven? Dan was er nog een vraag ten aanzien van luchtafweer van de heer Soesma. Daar sowieso. We communiceren niet aan de voorkant over wat we mogelijk nog gaan doen. Maar we zijn in sommige gevallen zijn we wel expliciet over wat we net gedaan hebben. En dat zijn de minister van Defensie en ik geweest, juist ook over luchtafweer in een eerdere fase. Omdat we daar ook belangrijk vonden te laten zien dat we meteen interveneren als we zien dat ook de burgerbevolking geraakt wordt. Dus dat denk ik even als passepartout van ons optreden. En het was de heer De Roon die vraag stelde. Was de heer De Roon die vraag stelde. Nou, dan blijft het antwoord hetzelfde. Namelijk dat. Dat wij daar geen. Ik heb dat bericht ook gezien in de media. Maar ik heb daar verder geen aanvullende informatie over te delen met de Kamer. En als de heer De Roon daar verder een eigenstandige informatiepositie heeft, dan neemt het kabinet daar uiteraard graag kennis van. Voordat we verder gaan, de heer Brekelmans. Ja, ik had op het thema van wapenleveranties nog een vraag die ik een beetje als een. Misschien als een bijzin vroeg, maar. Kijk, je ziet dat wij behoorlijk door onze voorraden heen gaan en problemen hebben met de productie van munitie. Nou, zijn er bijvoorbeeld de VS, die kijkt ook buiten gebaande paden. Dus je hebt onlangs bijvoorbeeld van Zuid-Korea, ook een behoorlijke oorlogsindustrie vanwege Noord-Korea, ook munitie ingekocht. Verenigd Koninkrijk heeft het onlangs zelf met Pakistan gedaan. Nou, ook niet een land waar je meteen naar zou denken, daar wil je in dat opzicht zaken mee doen. Maar kijk, uiteindelijk, als we die munitie kunnen gebruiken om Oekraïne te steunen, moeten we misschien ook als EU meer met dat soort niet-traditionele partners kunnen samenwerken of daar inkopen kunnen doen. Hoe kijkt de minister naar? Zou je daar ook binnen de EU voor willen pleiten? De minister. Nou, voorzitter, wat we al doen, en dat is denk ik ook het antwoord, dat we betreden sowieso al onorthodoxe paden als het gaat om vooral dat tweede been, namelijk het helpen van Oekraïne. Dat eerste been, het op orde brengen van de eigen krijgsmacht, wat zeer belangrijk is, maar misschien iets minder urgent. Dat is niet vandaag en morgen, maar moet absoluut gebeuren. Daar ben ik zeer met de heer Brekelmans eens. Daar zou je denk ik toch vooral, praat ik ook even de VVD-woordvoerder uit het vorige debat naar, vooral moeten kijken welke NAVO-partners daar het meest voor de hand liggen om mee samen te werken. Op die tweede kan je je niet veroorloven, denk ik, om grote categorieën buiten haken te plaatsen. Dus bijvoorbeeld de samenwerking met Tsjechië, de Verenigde Staten en wijzelf. Ja, dat is een soort constructie. Ik geloof niet dat die ooit eerder heeft plaatsgevonden. Iets dichter bij huis was natuurlijk de afspraak met Duitsland over de panzerhaubitsers. En zo zie je veel meer dingen die betrekking hebben op dingen die wij leveren, waar een internationale connectie aan zit en soms ook een connectie buiten Europa. Dat is wat ik er hierover kan zeggen.
Dan, voorzitter, wilde ik nog zeggen, ook nog een vraag van de heer Seder over het overzicht van alle steun. De heer Brekelmans die vroeg ook nog specifiek naar energie. 180 miljoen hebben we al toegezegd als het gaat over energieinfrastructuur, heeft minister Schreinemacher gedaan. En zij komt ook nog met een brief, er staat hier binnenkort, ik meen ook dat dat voor de kerst is, met een breder overzicht van wat we doen. Even kijken. Dan de vraag van de heer Van Dijk over het agressietribunaal. Ik weet niet of ik daar korthuishalve mag verwijzen naar het vorige debat, want daar was hij actief participant in. Maar als hij dat wil, dan geef ik hetzelfde antwoord in alle gelaagdheid nog een keer. Dat gaan we niet doen. Oké. Hij was er toen ook tevreden mee, voorzitter, durf ik wel te zeggen. Nee, voorzitter, het is... De Kamer is qua snelheid niet altijd bij te houden. Dit uur heb ik, een half uur aan pauze heb ik niet kunnen benutten om daar doorslaggevende stappen op te zetten. Wanneer, was nog een vraag van de heer Droon, wordt dan de Kamer geïnformeerd over European Peace Facility? Wat mij betreft morgenmiddag of uiterlijk voor maandagochtend. Luchtafweer heb ik gedaan. De vraag van de heer Droon over... buitenlandse militairen heb ik ook gedaan. En dan heb ik denk ik Oekraïne gehad. En dan ben ik bij Iran. Voordat u verder gaat, mevrouw Mulder, CDA. Ja, voorzitter, die Russische olietankers, hè, dat even van de ene naar de andere. Dus de handhaving eigenlijk van de sancties. En ook het sturen van koeienogen naar een ambassade. Kan de minister daar nog wat meer over zeggen? De minister. Ja, voorzitter, even die tweede. Ik heb daar vorige week ook... Dat nieuws dat kwam in de Nederlandse pers door tijdens de ministerraad. Maar ik was 1 of 2 dagen ervoor, hou me daar even ten goede, was ik door een buitenlandse collega geïnformeerd over wat er zich in zijn land had afgespeeld. Of afspeelde op dat moment. Volstrekt walgelijk. Het laat zich raden waar in ieder geval de sympathieën liggen van de afzender. Zonder dat ik inmiddels weet heb van rechercheren wat daar ook bewijs voor aanlevert. Volstrekt walgelijk en kennelijk ook iets wat zich in meerdere hoofdsteden heeft voorgedaan. Want dat hebben we inmiddels ook allemaal in het nieuws kunnen lezen. En ook hiervoor geldt weer. Laten we kijken hoe we Oekraïense ambassades kunnen helpen, zodat de mensen daar in ieder geval veilig zijn. En laten we daar alles doen om iedereen, inclusief de medewerkers daar, nooit vatbaar te maken voor wat voor type intimidatie dan ook. Dat op die tweede. Het bericht heb ik ook gelezen. En wat dat voor mij vooral laat zien, is dat elke keer dat je een maatregel probeert te nemen, of het nou gaat over specifieke mensen die je op de sanctielijst wil plaatsen, of een voorbeeld van volgens mij de heer Sjoerdsma over diamanten in het diamanthandel in het vorige overleg. Op het moment dat je heel specifiek wordt over wat je wanneer gaat doen, gaat daar een anticipatie-effect van uit. En dat is denk ik wat je hier ook hebt gezien. Misschien was dat in dit geval wel niet te vermijden, want dit was zo groot, is zo lang van tevoren aangekondigd. Maar dat is in ieder geval een van de lessen die ik de afgelopen maanden heb getrokken. Je kan het beste het puzzelen niet in de volstrekte openbaarheid doen over wie wat wanneer gaat raken. Want dan wordt er gewoon geanticipeerd. Aanvullen, mevrouw Mulder. Ja, want het punt zeg maar van de bescherming van onze infrastructuur. Hè, dat een aantal landen naar aanleiding van de aanval op Nord Stream, zeg maar, dat daar maatregelen zijn genomen. Daar heeft onze fractie ook wel oog voor om dat misschien toch nog een tikkeltje zwaarder aan te zetten dan dat we nu doen. De minister. Ja, voorzitter, waarbij mevrouw Mulder maakte dat, en dat kan ik overigens uitstekend ook in dit blok doen, maar dat ging volgens mij over het beschermen van vitale infrastructuur in het binnenland. Eerder heb ik ook met de Kamer van gedachten gewisseld over wat moet je nou doen als Nederland, als het gaat over territoriale wateren en dingen die zich buiten de kust bevinden. Heb ik ook wel eens met de Kamer van gedachten gewisseld over hoe doen we dat samen met partners in de Noordzee. Hier ging het specifiek de vraag van mevrouw Mulder over het binnenland. Ook dat heeft de nadrukkelijke aandacht van het kabinet. Zij het dan niet specifiek van mij.
Dus dat komt natuurlijk wel in kabinetsoverleg naar voren. Maar dat gaat echt over het beschermen van vitale infrastructuur. En er is nog één ding, want daar gaat mevrouw Mulder anders ook naar vragen. Ze noemde ook nog specifiek cyber. En daar heb ik vaker van gezegd, en dat wil ik hier herhalen, daar moeten we echt elke naïviteit laten varen over wat daar aan de hand is. Als je ziet hoe publieke infrastructuur, private infrastructuur, bedrijven last hebben van cyberaanvallen, van spionage. Dat is in Europa aan de orde van de dag. En een van de meest pregnante voorbeelden hebben we gezien in Albanië. Dat nieuws brak op de dag dat ik daar was. Met echt grote schade aan de publieke infrastructuur tot gevolg. En dat betekent voor mij dat landen zelf daar een inhaalslag op te maken hebben. Maar dat wij ook Europa veel meer handen en voeten moeten geven als het gaat, en overigens ook de NAVO, als het gaat over het beschermen van onze cyberspace. Want dit vindt zo vaak plaats en de schade is zo enorm dat we daar veel beter op moeten coördineren. Voorzitter, dan ben ik bij Iran. Voorzitter, laat ik beginnen met te zeggen, en daar ben ik het gewoon zeer eens met de Kamer, ronduit verschrikkelijk, hè, die executie. En überhaupt wat er aan de hand is. Echt verschrikkelijk. En dat laat maar weer zien, velen van ons zullen wellicht überhaupt nooit gedemonstreerd hebben. Maar je weet in Nederland één ding zeker, als je gaat demonstreren, dan kan je dat doen zo vaak en zo lang als je wil. En als je daar gewoon houdt aan de wet, dan kan je daar ook alles zeggen wat je wil. En zo hoort dat ook. En dat is daar is natuurlijk geen sprake van. En nou, die laatste berichten, verschrikkelijk, maar veel breder natuurlijk. Wij zullen blijven aandringen op het recht van demonstreren. Breder natuurlijk, individuele vrijheden die daar ernstig worden beknot en ernstig onder vuur liggen. Het zoeken is natuurlijk steeds naar wat kan je er dan vervolgens aan doen. De heer Seede die vroeg daar nog weer naar zijn motie over de Republikeinse Garde. Die heb ik ook gedaan in het vorige debat. En ook daar hoop ik voor de kerst of kort daarna met een antwoord op papier te komen. Ik moet daar wel bij zeggen, dat heb ik ook in het debat gedaan rondom de begroting, dat ik de gedachten me goed kan voorstellen. Maar wel wil kijken waar ons dat dan brengt, ook internationaal. Want het moet dan ook iets om het lijf hebben. Maar ik ben daar, ik heb volgens mij aangegeven dat ik daar een open houding in aanneem. En datzelfde geldt overigens voor een bredere schakering. We hebben toen gehad in het debat rondom de begroting over Russen, Russische entiteiten, Wagner, de Republikeinse Garde en anderen. Maar daar kom ik op terug, zoals toegezegd in het eerdere debat. Even kijken. Dan wilde ik nog tegen de heer Brekelmans zeggen, die zei ook, kan je nou nog, die was denk ik zelf heel realistisch. We hebben al veel gedaan op het gebied van sancties. Tegelijkertijd zijn er ook die sanctieafspraken die weer gerelateerd zijn aan het afkomen van het nucleaire programma. Er zijn heel weinig banden die er verder bestaan tussen Europese landen en Iran. Dus ik vond hem zelf realistisch over wat je kan doen. En tegelijkertijd ben ik met hem eens, zegt even in mijn eigen woorden, ja, laten we alle registers opentrekken om te kijken hoe we mensen daar kunnen helpen. Een van de dingen die hier eerder is langsgekomen, en sowieso houden we ons daar denk ik allemaal aanbevolen voor creatieve ideeën, was, kan je nou iets doen met telecomproviders. Het heeft wel iets, maar niet zoveel opgeleverd. Maar het is precies de reden dat ik zelf ook met mensen van de Iraanse gemeenschap in gesprek ga. En soms gewoon dingen van Kamerleden ook onderhands naar ons toekomen, waarvan ik altijd denk, laten we het in ieder geval verkennen. Dus daar gaan we mee door. Dan wilde ik nog zeggen, voordat u verder gaat, ja, mevrouw Mulder en de heer Van Dijk daarna. Eerst mevrouw Mulder. Ja, voorzitter, dank. Want het gaat er ook even over dit punt, hè, over op dit moment de demonstraties, ook hier bij het parlement. En of de minister bereid is, net als wij, in gesprek met hen te gaan. Ik hoor dat zo tussen de regels door, maar ik zou dat heel fijn vinden. De minister.
Ja, voorzitter, absoluut. En ik ga met allerlei groepen ga ik regelmatig in gesprek. Het enige wat ik wil voorkomen is dat ik voor heel veel verschillende mensen de enige ben met wie een gesprek zou voldoen. Dus ik heb eerder ook gesproken met Iraniërs op het ministerie, samen met minister Schreinemacher. Daarnaast zijn er ook allerlei andere contacten. Er zijn heel veel mensen op het ministerie die ook met Iraniërs, maar ook uiteraard met mensen die uit Afghanistan komen, met Oekraïners, met Russen die hun leven niet meer zeker zijn, in gesprek gaan. En ik, de kanttekening die ik erbij wel bij wil plaatsen, is dat ik aan de ene kant het belangrijk vind om mezelf ook echt op de hoogte te stellen uit rechtstreekse contacten. Dat was ook de reden dat ik bijvoorbeeld vorige week bij de OSCE nog gesproken heb met mensenrechtenvertegenwoordigers uit Rusland, die daar hun leven niet meer zeker zijn, om daar ook uit de eerste hand te horen wat maken zij mee. Maar ik wil voorkomen dat ik de enige ben die dat soort gesprekken zou moeten kunnen voeren. Want dat doet geen recht aan de kwaliteit op het ministerie. En maakt het ook lastig om dan nog weer andere dingen te doen. Dus met die kanttekening zeg ik in ieder geval in staatsrechtelijke zin van harte ja. Dank u wel, de heer Van Dijk. Voorzitter, we worden inderdaad door talloze Iraniërs benaderd die wanhopig zijn. En dat is volkomen begrijpelijk. Ze smeken ons ook, doe alles wat je kan om dat regime daar weg te krijgen. Ik heb gevraagd in hoeverre is het mogelijk om de Iraanse puppets, om ze zomaar te noemen, de handlangers in Europa, om die dan wel in kaart te brengen, dan wel te sanctioneren. Omdat ook zij ervoor zorgen dat de repressie tot buiten de grenzen van Iran voortduurt. Dank u wel, minister. Ja, voorzitter, dat wil ik graag doen. En eigenlijk heb ik dat al gedaan, alleen was de casus toen een andere. Want een van de reacties die ik gegeven heb, en dat zal de Kamer gezien hebben, op die berichten over die zogenaamde Chinese politiebureaus, was dat ik toen heb gezegd, ik wil daar in Europa ook het gesprek over aangaan. Wij moeten in Europa breder kijken naar wat er op ons grondgebied gebeurt, ons fysieke grondgebied, wat er met mensen gebeurt die zich op ons grondgebied bevinden. Ook wat er in de Europese cyberspace bevindt. Want we hebben daar een inhaalslag te maken. Nou, ik heb dat toen gezegd, was toen specifiek gerelateerd aan die politiebureaus. Heb ik overigens ook met een aantal collega's bilateraal nog contact over gehad. Maar het geldt hier natuurlijk evenzeer. Dus ik wil dat graag doen. En dat past wat mij betreft ook in dat initiatief wat ik weliswaar niet zelf, want ik was toen elders, maar tijdens de laatste RBZ ook heb ingebracht. En daar moeten we gewoon mee door. Voorzitter, dus was nog een vraag van de heer Seder of we dat geweld veroordelen. Absoluut, in de meest krachtige termen. Dat geldt in het bijzonder ook voor de executies. Dat veroordelen we ten zeerste. Even kijken. Dan heb ik denk ik in de categorie Iran heb ik een aantal dingen nog niet gehad. Ik was optimistischer, voorzitter, maar u kijkt alsof u een interruptie hebt, want dan doe ik die eerst. Dan ik heb een aantal interrupties. Ik weet dat er ook nog een vraag is gesteld over de Iraanse ambassadeur ontbieden. Maar eerst de heer Brekelmans. Ik had een vraag over het op Europees niveau handhaven van extraterritoriale sancties. Minister. De motie van mevrouw Mulder en mij bij de grote spanning, hoe die ingevuld wordt. Ja, nou, voorzitter, volgens mij die motie is aangenomen en had ook echt oordeel Kamer. Wat ik eigenlijk zou willen doen is daar ook komende maandag weer aandacht aan besteden. Dat is geen makkelijk traject, weten we ook uit de Oekraïne-sancties, maar is wel iets wat we moeten doen. Juist om lekkage te voorkomen. Dus als ik nou als volgt doe, ik ga dat maandag inbrengen en ik ga ook proberen daar met EDEO een brede afspraak over te maken. En dan neem ik dat mee in het verslag. Is dat een weg? Afdoende. De heer Brekelmans. Ja, en dan misschien ook even om de misstap te wijzen. Volgens mij lopen hier ook binnen de Europese Commissie, ik weet niet zeker of het EDEO is, maar hier is ook, worden ook initiatieven toegenomen om zoiets op te richten. Dus niet exact hetzelfde als OFAC in de Verenigde Staten, maar wel dat er samen met de inlichtingendiensten op Europees niveau informatie wordt uitgewisseld over sancties en de omzeiling daarvan en hoe dat ook via derde landen loopt en hoe daarop gehandhaafd kan worden. Dus volgens mij is het vooral ook aan de lidstaten om dat verder input op te geven, te ondersteunen en daar de urgentie van te benadrukken. Het zou mooi zijn als de minister dat inderdaad zou willen doen. De minister.
Absoluut. En dat is overigens dat was ook de portée van mijn beantwoording bij de begroting. Dat ik heb aangegeven dat Amerika is een, wij zijn een unie. Amerika is een zelfstandige staat. Dus dat dat wat betekent voor de inrichting. Maar de gedachte vind ik een hele goede. Want reken maar dat alleen al in de nabije toekomst, maar zeker daarna, ga je natuurlijk dat sanctiemechanisme, dat gaat niet meer weg. Dat gaan we hoogstens nog voor meer landen nodig hebben, is mijn inschatting. Dank u wel. Voordat u verder gaat, de heer Sjoerdsma. Ja, voorzitter, ik had nog een vraag gesteld over aan welke kant van deze revolutie wij nou precies staan. Ja, voorzitter, ik zou hopen dat ik dat in de verschillende debatten voldoende onder woorden heb gebracht. Wij staan pal voor de rechten van de mensen die daar demonstreren. En voor de dappere, vooral vrouwen en meisjes die ermee begonnen zijn, maar ook breder. Omdat zij gewoon recht hebben op dezelfde vrijheden die wij hier genieten. En daarom maakte ik net ook die vergelijking over demonstreren. En ik zag een paar woordvoerders naar elkaar kijken. Misschien heb ik onderschat het vermogen van de woordvoerders om zelf te demonstreren. Er zijn er zeker ook een paar die dat wel doen. Ik vermoed dat er ook een paar zijn die dat niet zo heel vaak gedaan hebben. Maar ik denk dat we allemaal weten dat als je je mening wil uiten in het parlement of daarbuiten, als je wil vergaderen met wie je, waar je zelf behoefte toe voelt, als je wil demonstreren, houden van wie je wil, al dat soort elementen, allemaal dingen die raken aan de kern van onze grondwet, namelijk aan artikel 1, die gelden daar niet. Of maar in hele beperkte mate. Dan zijn denk ik de vragen beantwoord. Dan ga ik door, voorzitter, met Canadese sanctielijst. Er was ook een vraag van de heer Sjoerdsma. Wil ik graag naar kijken of we daar ook mee kunnen of we dat kunnen overnemen. En dat geldt sowieso. Geldt dat op dit domein? Hè? Kijken niet alleen wat er in Europa gebeurt, maar ook wat er gebeurt in de Verenigde Staten. En dan ben ik denk ik daar klaar. Los van dat ik nog zou willen zeggen dat we ons uiteraard zeer inspannen voor alle consulaire aangelegenheden. En dat zich alleen niet altijd voor het publieke debat leent. En dan ben ik daarmee bij Afghanistan, dacht ik. Gaat u verder. Even kijken. Even het goede stukje papier erbij pakken. In dit tempo redden we de stemming wel, ja, dus dat gaat hartstikke goed. Dat is absoluut. Snel verder. Voorzitter, en dank aan de leden van uw Kamer om ook die debatten te kunnen samenvoegen. Het heeft terecht Afghanistan blijft hier de bijzondere belangstelling houden van de Kamer. En ik wil een aantal dingen zeggen over alles wat te maken heeft met de operatie van destijds, maar ook de vraag van de heer Brekelmans en anderen die gingen over hoe moet je nou verhouden tot het regime daar. En toch eerst even over dat over het, wat ik wel eens eerder heb genoemd, het bouwwerk van Ben. Dus het bouwwerk van minister Knapen, wat na lange deliberaties tot stand is gekomen, waar van sommigen in de Kamer misschien van hebben gevonden dat is te weinig, anderen van hebben gevonden dat is te veel. Maar waar volgens mij uiteindelijk politiek een compromis over is gesloten. Waarvan ik ook inhoudelijk vind dat het echt redelijk is. En wat bovendien ook de mogelijkheid geeft tot kijken naar schrijnende gevallen. Waarbij overigens daar ook een hele specifieke discussie over is gevoerd. En ik heb hier vaker gezegd, en ik ga ermee door. Ik hoop dat de Kamer dat ook herkent, dat ik heb dat kon om horen omarmd. Ik doe er geen millimeter af, ik doe er ook geen millimeter bij. En dat stukje over die schrijnende gevallen zit daar overigens nadrukkelijk in. Volgens mij is dat de enige verstandige weg naar voren. Dat wil ik vooraf gezegd hebben, want anders dan gaan we toch de discussie van september, oktober, weet de Kamer beter dan ik, 2021 opnieuw doen. Maar dat zijn de kaders waarbinnen wij proberen te opereren. Dan een aantal specifieke vragen over de verschillende onderwerpen. Van met name mevrouw Piri, die terecht uitgebreid aandacht voor heeft gevraagd. Een van de vragen die ze stelde was, waar kunnen mensen nou nog aankloppen? Ze kunnen zich melden bij het ministerie. Het gaat heel vaak ook via. Soms zijn het mailtjes die we krijgen, soms is het telefonisch. Ik heb dat net nog even nagevraagd, maar men weet ons vaak te vinden. Soms weet men ons overigens ook te vinden via Nederlanders die politiek actief zijn of daar militair actief zijn geweest. Dus dat is heel divers. En dan proberen we daar ook echt
Nou, proberen we daar het maximale aan te doen. Sowieso zou ik willen zeggen, we hebben echt heel veel werk gemaakt van alle verschillende wegen om te zorgen dat we mensen juist wel hier naartoe hebben gekregen. Via de route van Pakistan, via de route van Qatar, via allerlei andere routes. En ja, de teller staat nog steeds niet op 100%, maar als je naar die aantallen kijkt en vooral ziet naar de grote groep mensen die we nog deze zomer ook weer deze kant uit hebben laten komen, dan zie je dat er gewoon heel erg hard gewerkt is en heel proactief door Nederland is gehandeld om de mensen die daar recht op hebben ook hier naartoe te halen. Dan... Ik schors deze vergadering voor de stemming in de plenaire zaal, denk ik. Nee. Nog niet? Nee. Toch niet. Nee. Ik schors deze vergadering niet. Minister, gaat u verder met uw beantwoord. Voorzitter, wat ik ook nog wilde zeggen tegen mevrouw Piri is dat we daar dus ook echt mee doorgaan. En dat mensen die, dat ik ook daar me gewoon ten volle en conamore aan de afspraak ga houden. En om daar elk misverstand in te voorkomen. In wie we dus uiteindelijk geen nieuwe energie meer steken, zijn mensen die zelf hebben aangegeven, ik wil niet. En die dat ook, die krijgen daar dan ook een bevestiging van. Ja, zouden ze dan per omkeer in de post zeggen, joh, ik heb me vergist. Ja, dan gaan we daar natuurlijk niet, dan gaan we daar niet oplopen kruidenieren. Maar op een gegeven moment moet je natuurlijk stoppen met achter mensen aangaan die zeggen, ja, maar ik wil gewoon echt niet weg. En dan vind ik ook dat daar op een gegeven moment je verplichting vervalt. Dat is wat anders voor mensen met wie je bijvoorbeeld geen contact hebt kunnen krijgen. Hè? Of die eerder hebben aangegeven, ik wil het graag, maar waar je nu alsnog geen contact mee hebt. Volgens mij is dat ook een faire manier om invulling te geven aan dat bouwwerk. De heer Brekelmans die... Nee, er komt nog veel meer. Stel je voor. Maar ik doe ze even in de volgorde waarin ze op mijn bureau liggen. En de heer Brekelmans, de heer Droon die vroeg nog naar, ja, hoe zit het nou met die contacten? En operationele contacten noemde hij daar volgens mij. Wij hebben, daar is de Kamer het zeer, of is het kabinet het zeer eens met de Kamer, we hebben gezegd dat dat regime van de Taliban, dat erkennen we niet. En we hebben de grootst mogelijke moeite met hoe men daar omgaat met vrouwen en meisjes. Tegelijkertijd, als je daar iets van hulp wil bieden, dan zou je wel een praktische weg moeten vinden, zonder dat je daarin overigens erkent, om spullen daar te krijgen. De enige manier om daar echt helemaal niks te doen, is ook er geen enkel hulpgoed of enige vorm van ondersteuning naartoe te sturen. Dat kan ook een keuze zijn, maar dan help je ook niemand meer. En volgens mij hebben wij, nou het is niet de middenweg, want hij hangt toch heel erg aan de kant van, we doen relatief beperkt dingen en we willen per se niet overgaan tot erkenning. We zitten daar ook denk ik aan de scherpere kant dan een heleboel andere landen die er wat pragmatischer mee omgaan. Onze route is, we kijken waar we beperkt kunnen helpen. Juist die meisjes en vrouwen die ook recht hebben op onderwijs en op een fatsoenlijke baan. We gaan op geen enkel moment politieke goedkeuring aan verlenen. Maar je moet dus wel praktische afspraken, operationele afspraken dan af en toe kunnen maken. Dat is ongeveer hoe het tableau eruit ziet. Even kijken. En minister Schreinemacher, moest ik nog zeggen, die heeft dat, die heeft ook in een lange termijnbrief. Zou ik ook eens moeten sturen. Die heeft zij aangegeven hoe dit in meer detail in elkaar zit. Dan vroeg mevrouw Piri nog hoeveel van die 650 mensen uit die EU-categorie zijn er overgebracht. Dat weet ik niet. Volgens mij staat in de brief die ik de Kamer gisteren gestuurd heb dat wij 24 van de 25 hebben gedaan. Maar ik weet niet of het ook dat type aantallen heeft. Wat ik zal doen is zodra ik daar meer informatie over heb, laat ik dat proactief aan de Kamer weten. En dat neem ik dan, denk ik, mee in een van de RBZ-verslagen. Dat zal misschien niet meteen zijn na volgende week. Dan vroeg mevrouw Piri nog hardheidsclausule. Er zijn ook dat soort gevallen die waar het ministerie naar mij is toegekomen en heeft gezegd, joh, moeten we dit... dit is er wat ons betreft één. En nou, in die gevallen heb ik daar... Ook geredeneerd in lijn met de adviezen. Maar nogmaals, allemaal binnen de context zoals die is afgesproken. En dat is volgens mij ook de manier hoe we daarmee verder moeten. Dan, hoe worden mensen op de hoogte gebracht? Ook van besluit dat ze niet in aanmerking komen voor evacuatie.
Daar is het zo dat na bestudering van de casus mensen persoonlijk op de hoogte worden gebracht. En heel vaak is dat natuurlijk via een e-mail. Dus dat lukt natuurlijk lang niet altijd in een persoonlijk gesprek. Dan was er nog een vraag van mevrouw Pieri over hoe ga je nou om met de kosten die mensen misschien moeten maken voor reizen. Daar hadden wij het net even over. Wat we eigenlijk niet zijn tegengekomen is dat mensen in Afghanistan de kosten niet kunnen dragen om zeg maar, richting het vliegtuig te komen. Dus als mevrouw Pieri daar andere informatie over heeft, want vaak is dat de inspiratie die achter zo'n vraag ligt, dan zou ik daar graag meer over willen leren offline. Maar dat lijkt zich niet op grote schaal voor te doen. Dus, en voor casuïstiek hou ik me aanbevolen. Ten aanzien van de tolkenregeling, die overigens dus niet alleen voor secte tolken gaat, maar hebben we eerder gezegd dat we daarmee doorgaan zolang het nodig is. Dus daar volgens mij ook bevestiging van wat het kabinet eerder heeft gezegd. Dan vroeg de heer Brekelmans nog naar irreguliere migratiestromen. Zeer mee eens. En dat proberen we overigens in allerlei kaders. Van den Burg heeft dat ook de afgelopen 24 uur nog gedaan. Proberen we dat expliciet te maken. En ik zou er ook voor zijn om daar met Europa, maar daar ga ik een beetje op zijn terrein zitten, die dialoog die in de kern gaat over wederkerigheid, als ik even een lemma plak op zijn betoog, om die ook voor te zetten. Dat is ook redelijk. Dat als je als Europa probeert te investeren in andere regio's, dat je ook hier afspraken over maakt. En dat is volgens mij ook hoe Van den Burg het doet. Vraag van de heer Droon heb ik gehad. De tweede vraag over operationele contacten heb ik ook gehad. Mevrouw Pieri die vroeg nog naar rechtszaken. En wat betekent dat dan voor overbrenging? Nou, het lijkt mij voor de hand liggen dat als een rechter zou zeggen dat iemand recht heeft op overbrenging, dat je die dan ook toevoegt aan de categorie die je probeert te helpen. Dat je dan niet zegt, oké, en dat moet je dan zelf regelen. Maar hoe dan en in welke vorm precies, dat hangt dan weer van de casuïstiek af. Even kijken. Vraag van de Brekelmans over Taliban geen baat bij Nederlandse OS-hulp. Ook dat zit in de brief van mevrouw Schreinemacher, maar heb ik hopelijk goed kunnen parafraseren net. En dan was er nog een laatste vraag van de heer Brekelmans en dan ben ik denk ik door het stuk Afghanistan heen. En die ging over hoe probeer je er nou voor te zorgen dat daar geen terroristische activiteiten meer plaatsvinden. Terechte vraag, overigens onder buitengewoon moeilijke omstandigheden. Want ja, we zijn zo, laat ik zeggen, disengaged, dat het ook moeilijk is om daar waarneming op te hebben. Dus wat we doen met bondgenoten is monitoren van terrorisme dreiging. Anti-ISIS-coalitie. Ik was gisteren nog bij een ambtelijke, hoogambtelijke afvaardiging die er in Nederland te gast was. Via de EU en uiteraard ook met andere bondgenoten uit bijvoorbeeld Noord-Amerika. Voorzitter, ik dacht dat het zou moeten zijn in de categorie. Ik inventariseer even. Afghanistan. Ik ga steeds sneller praten, want ik hoop natuurlijk die bel te kunnen halen. Maar ja, als we hem even uitzetten, dan gaan we even inventariseren. Ik weet dat mevrouw Pieri, mevrouw Mulder en de heer Van Dijk reeds gemeld zijn. Verder, dan gaan we beginnen met mevrouw Pieri. Ja, dank voorzitter. En ik wil uiteraard niks afdoen aan wat het kabinet heeft gedaan. Met de eerdere evacuaties en waar ontzettend veel mensen, weet ik ook, van het ministerie van de minister keihard aan gewerkt hebben. En ook op het ministerie van Defensie. Laat duidelijk zijn, ik vraag hier niet om een extra eis vanuit de Kamer. Waar ik op check is of de toezeggingen die het kabinet eerder aan deze Kamer heeft gedaan, of die wel worden nagekomen. En dan toch nog de vraag, voorzitter, is er nog een Afghanistan-evacuatieteam? Mensen krijgen namelijk gewoon standaard een out of office. En krijgen gewoon wekenlang geen contact met iemand van het ministerie. Begrijp ik goed dat alle schrijnende gevallen door de minister zelf worden beoordeeld? En zo ja, hoeveel schrijnende gevallen zijn er dan toegelaten? En laat ik het daar even bij houden. De minister. Nou, voorzitter, ten aanzien van het team, een deel van het team zit hier naast me. En volgens mij is het standaard zo dat er eerst een out of office komt en dat er daarna ook een antwoord komt. Dat is kennelijk hoe we de procedure hebben vormgegeven. Maar er wordt echt, dus ongelooflijk veel tijd gaat er nog. Dat zou ik echt moeten natrekken. Wilt u via de microfoon spreken, anders vind ik het lastig. Dat zou ik echt moeten checken, omdat ik zit niet dagelijks achter de mail van Defensie om te beantwoorden. Dus dat zou ik echt moeten checken.
Ik wil ook best een precies antwoord geven over de schrijnende gevallen, maar dat moet ik nu inventariseren. Dan zou ik moeten inventariseren hoeveel van die gevallen die mogelijk aan die klassificatie voldoende er geweest zijn. Dat gaat me niet hier nu in dit debat lukken. Dus daar kom ik dan graag even op terug. En het team bestaat dus nog, voor de goede orde. Mevrouw Piering. Ja, voorzitter. En eigenlijk de belangrijkste, kijk, uit de brief die het kabinet stuurde en de minister stuurde op 6 december, staat gewoon letterlijk de zin: er worden geen nieuwe aanvragen meer in behandeling genomen, met uitzondering van de tolken en enkele schrijnende gevallen. Gelukkig hoorde ik net de minister dat nuanceren. Mag ik dan concluderen dat deze zin niet klopt? En voorzitter, tot slot zou ik ook graag willen voorstellen om dan echt nog even een schriftelijke ronde te doen over Afghanistan. Waar mogelijk ook nog de minister van Defensie dan antwoord op kan geven op een aantal specifieke vragen. Ja, voor het laatste is het volgens mij staatsrechtelijk heel simpel. Als de Kamer daar behoefte aan heeft, doen we dat sowieso. En ik heb er zelf ook alleen maar belang bij, klinkt zo belanghebberig. Maar ik vind het zelf ook alleen maar verstandig om te zorgen dat we die dialoog, die we volgens mij gewoon ook echt verstandig en afgewogen en met redelijkheid, ongeacht de verschillende posities, de afgelopen 9 maanden met elkaar gevoerd hebben, om die tot een goed einde te brengen. Dus als er meer vragen zijn die we nog moeten beantwoorden, dan ga ik dat uiteraard samen met de minister van Defensie ga ik dat konden mogen doen. Dan even ten aanzien van de zin. Kijk, ook daar weer. Ik heb net inderdaad een paar nuanceringen, bijvoorbeeld over die gerechtelijke uitspraak, heb ik aangebracht. Ik heb sowieso wat gezegd over schrijnende gevallen. Alleen, ik wil juist voorkomen dat of de ene deel van de familie of het andere deel van de familie denkt, ja, maar dit gaat te weinig of te veel. Te veel mijn kant uit zullen de meeste mensen niet denken, maar dit gaat te weinig mijn kant uit. Dus ik wil heel strak bij dat bouwwerk blijven. En ik heb geprobeerd precies in het debat aan te geven hoe ik invulling geef ook aan de uitzonderingen, aan de schrijnende gevallen, hoe we ons sowieso blijven inspannen. En laat ik dan nog één ding daaraan toevoegen. Kijk, stel dat er iemand zou zijn die misschien eerder heeft gedacht, ik blijf hier, en die zich morgen bedenkt. Kijk, als hij zich over 10 jaar bedenkt, dan hebben we denk ik weinig handelingsperspectief. Maar als iemand zich morgen bedenkt en zegt, joh, ik zat in die categorie, ik heb een half jaar geleden heb ik nee gezegd, maar ik heb toch een probleem. Ja, natuurlijk ga je daar dan met redelijkheid naar kijken. Dat is volgens mij eigenlijk ook de grondhouding die je zou moeten mogen verwachten. Dank u wel. Om te voorkomen dat er nu gedacht wordt dat er een schriftelijk overleg wordt ingestart. We hebben een procedurevergadering op 22 december. Daar kan het aangevraagd worden. Of als het eerder moet, moet u een e-mailprocedure starten. Dag. Kort aanvullend. Ja, sorry voorzitter, want dit is eigenlijk de cruciale zin. Kijk, ik was het eens met alles wat de minister hier zei, dat eigenlijk er alleen nu een deadline wordt gesteld aan diegenen die al eerder zijn benaderd, niet geëvacueerd wilden worden. Daar heb ik alle begrip voor. Maar dat is echt iets anders, dat er geen nieuwe aanvragen meer in behandeling worden genomen, met uitzondering van de tolken en enkele schrijnende gevallen. Dus toch graag hoor ik van de minister, klopt deze zin in de brief dan, of klopt eigenlijk het antwoord wat hij hier aan de Kamer geeft? De minister. Nee, voorzitter, ik heb juist alle nuancering en overigens daar naar twee kanten hangend heb ik volgens mij hier gedaan. Dus dat is ook echt hoe ik ermee verder wil. Dat is dus ook de lardering van niet alleen die zin, maar breder de zinnen in de brief. En volgens mij sluit het ook naadloos aan bij de grondhouding die ik steeds hier, denk ik, heb kunnen laten zien richting de Kamer. En volgens mij doet dat ook recht aan het bouwwerk. Dank u wel, mevrouw Mulder. Ja, voorzitter. Ik had een tweetal vragen over het National Agricultural Education College, waar een toezegging over was geweest bij de begroting BUHOS. Ik heb daar vorig jaar bij de begroting BUSA zelf aandacht voor gevraagd. Toen is daar nog wat geregeld voor hen. En nu gaf de minister Schrijnemacher aan dat dat vanuit veiligheid moeilijk was, maar dat ze voor het eind van het jaar daar nog op terug zou komen. Ik zou graag horen, want dit is vandaag het debat over Afghanistan, wat daar nu de stand van zaken is. Want dit is een van de laatste debatten waarin we deze vraag kunnen stellen. En het antwoord zou ook voor het reces zou komen. De minister. Ja, voorzitter, ik ken mevrouw Schrijnemacher als buitengewoon conscientieus. Dus als zij heeft toegezegd de Kamer daar voor het einde van het jaar over te informeren, dan gaat ze dat doen. Ze heeft mij alleen niet de dienstopdracht meegegeven om dat hier nu te doen. Dus dat gaat dan denk ik toch de komende weken per postduif. De
de goede vraag aan de verkeerde minister. Dat zo interpreteer ik het even. Mevrouw Mulder. Dan had ik nog een andere vraag. Dan denk ik dat ik hier misschien toch zo'n motie voor ga maken. Het is even niet anders. Dan zou ik graag van de minister nog willen weten. Ik had een idee ingebracht van... We hebben natuurlijk de afgelopen jaren in Afghanistan behoorlijk ook ingezet, zeg maar, op de softe kant. Hoe kan je daar nou vrouwen en meisjes verder vooruit helpen? Ik had daar een suggestie gedaan. De vraag was of de minister ook bereid is om naar die suggestie te kijken. Hoef ik nu geen antwoord op, zeg maar, wat daar de uitkomst natuurlijk van is. Dat komt dan allemaal. Maar is de minister bereid om op dat vlak misschien nog een stap te willen zetten? De minister. Ja, voorzitter, wel naar kijken, maar ik wil ook even, ik wil even oppassen dat ik niet de verwachting wek nu in het debat hier die ik niet kan waarmaken. En ik kan nog één ding toevoegen, alvast, dat scheelt dan misschien weer een motie. Dus mevrouw Schijnemacher komt er nog op terug, maar zij wil even wat zij heeft toegezegd, dat heb ik hier nog even boven water getrokken, dat zij nog één keer alle opties om deze meisjes toch te laten afstuderen, dat ze die zou nalopen. Dat zegt zij, maar het hele kabinet zit daar natuurlijk gewoon voor het volle pond in. Ook ik wil dat graag. Maar we zijn echt nog even bezig met het nalopen van die opties. Dus ja, als mevrouw Mulder een motie wil indrukken, dan mag het. Maar ik wil even het misverstand voorkomen als zouden we daar te zuinig in zitten. Zij is dat op dit moment aan het doen. Juist vanwege de toezegging die ze aan mevrouw Mulder gedaan heeft. Dank u wel, mevrouw Mulder. Aanvullend. Nou, we zijn blij met deze verdere toelichting. Wat voor ons van belang is, is van stel nou dat voor het eind van het jaar dat we het er nog een keer over kunnen hebben. Dus we zouden wel graag dan de gelegenheid krijgen om het in het parlement nog te kunnen bespreken. En omdat dit al vrijdag in het eind van het jaar is, dacht ik van dit is misschien een mooie gelegenheid, omdat het ook over Afghanistan gaat. Dus dan horen we ook wel graag mogelijk in de tweede termijn van de minister wanneer dat dan naar de Kamer komt, zodat we ook nog de gelegenheid hebben om het te bespreken. De minister. Ja, alleen voorzitter, ja, minister Schijnemacher heeft toegezegd, ik laat het parlement het weten voor het einde van het jaar. Ik voeg daar nu aan toe dat ze dat echt probeert te doen. En dat haar insteek en ook de mijne is om het wel te realiseren. Ik vind het zelf een beetje ingewikkeld om dan te beloven dat ze dat zover naar voren haalt, zodat ze ook nog een keer in het parlement kan verschijnen om dat dan te bediscussiëren. Waarbij overigens de poging van haar sowieso in de richting van mevrouw Mulder gaat. Dus procedureel wil ik dat toch even daar verder geen eigenaarschap over nemen, voorzitter. Maar me gewoon houden aan de afspraak zoals die kennelijk tussen kabinet en Kamer is gemaakt. Overigens met alle waardering voor het aandringen vanwege het belang van het onderwerp. Want dat onderstreep ik ten volle. Dank u wel. Prima. Dan gaan we naar de heer Schoetsma. De heer Van Dijk. Voorzitter, van mijn kant ook alle waardering voor de inspanningen die gedaan zijn ten aanzien van de evacuaties vanuit Afghanistan. Dat neemt niet weg dat er nog steeds mensen zijn die op evacuatie wachten. Ik heb de minister gewezen op twee documenten. Die kan ik hem ook geven. Bijvoorbeeld deze brief van een advocaat uit Alkmaar, de heer Verbaas, die zelf 25 zaken behartigt. Hij noemt een aantal apart. Bijvoorbeeld, die heb ik ook genoemd, de fixer Jamal Naik, hier in de NRC van 15 augustus. Die in aanmerking komt voor evacuatie, maar nooit een oproep heeft gehad. En nog steeds nu in Pakistan zit en bang is dat hij terug moet naar Afghanistan. Wil de minister daarnaar kijken? De minister. Voorzitter, even wat we altijd doen. En dat vindt dan niet in de plenaire zaal of in een commissiezaal plaats. Is dat als Kamerleden aandacht vragen voor specifieke consulaire gevallen. Dat we kijken wat we daarmee kunnen doen. En dat geldt overigens ook voor dit dossier. Het zou mijn voorkeur hebben om... Dus vanzelfsprekend neem ik alles graag in ontvangst. Ook anderen binnen het ministerie worden met regelmaat door Kamerleden gevonden. Dat betekent niet dat ik daarmee kan zeggen dat we daar iets voor kunnen doen. Maar ik vind wel dat je altijd dan dat moet bestuderen. Wordt anders, daar waar het gaat over een rechtszaak. De heer Van Dijk heeft het over zaken. Ik neem aan dat het niet gaat over 25 rechtszaken. Een rechtszaak ligt onder de rechter. Dus daar, dat leent zich niet voor bemoeienis van het ministerie. Maar als het gaat over casuïstiek, dan neem ik of een van de mensen uit het team dat uiteraard in ontvangst. En dan, die afspraak staat wat mij betreft eigenlijk doorlopend. De heer Van Dijk. Dan zal ik de zaken aan u doen toekomen en dan wacht ik in spanning op een reactie. Dank u wel. Dank, voorzitter. Dan ben ik bij volgende blokje. Armenië. Voorzitter, vraag van de heer Seder, ook door de heer De Roon.
En dat moet ik toch aansluiten bij het gesprek wat we 2 weken geleden hebben gehad. Want in de plenaire zaal hebben we daarover van gedachten gewisseld. En ik heb een zeer actieve herinnering aan de coalitieonderhandelingen op dit terrein. Gedaan door 2 fractievoorzitters, waaronder niet ikzelf. En daar is een goudgarant compromis uit voortgekomen. En dat is in het regeerakkoord geland. En dat gaat, dat compromis, dat beslaat een trits aan afspraken of voorwaarden, hoe je het ook wil noemen. Waar ik me tot aan het einde van deze kabinetsperiode aan gecommitteerd weet. Daar hebben we een eerste ronde inspanningen op gedaan. Daarvan zegt de heer Ceder eigenlijk, fijn dat je het gedaan hebt, maar je bent nog niet ontslagen van de inspanningsverplichting. En zo zie ik dat zelf ook. Tegelijkertijd moet je ook constateren dat als nu, want er is echt werk ingestoken, er 1 land is geweest die heeft gezegd, nou misschien, dan heeft niet elke lidstaat dit zo nadrukkelijk op de radar als de ChristenUnie-fractie. Dat is ook de realiteit. Dus daar heb ik het mee te doen. Maar ik vind per definitie, ja, tenzij ik zeg op een gegeven moment, joh, dit is definitief kansloos, dan ga ik dat naar de Kamer communiceren. Maar ik vind dat ik zie nog ruimte om in ieder geval door te gaan met het huiswerk, zoals het coalitieakkoord of het regeerakkoord dat voor mij voorschrijft. Dus ik hoop dat ik daarmee de heer Ceder in ieder geval gerust heb gesteld, moet ik zeggen. Ja, voorzitter, ik zal niet hetzelfde zeggen wat ik 2 weken geleden gezegd heb. Maar ik heb natuurlijk wel in mijn bijdrage aangegeven dat een reden waarom een aantal landen aangeeft er geen behoefte aan te hebben, is omdat ze het al gedaan hebben. En dat was ook mijn vraag van het verschil van inzicht tussen uw voorganger, minister Kaag, over de lidstaten, waarbij ook, als ik de koppen tel of de landen tel, volgens mij wel zie dat er een breed scala aan landen is die deze stap wel gezet hebben. Dus dat kan ook een reden zijn waarom de animo voor iets wat al gedaan is laag blijkt. Maar het ligt er ook aan, want als er 1 land voorzichtig optimistisch is of verder de verkenning wil tonen, ligt het er ook aan welk land. Hè? Want als het, als de eiland ergens is, ver weg, waar we nauwelijks banden mee hebben, nou, dan kan ik me voorstellen dat ingewikkeld is. Maar als het een groot land is, een land wat ook impact heeft, dan komen we ook dichter bij wat we volgens mij afgesproken hebben met elkaar. Namelijk dat de voorwaarden schept om uiteindelijk die stap te zetten. Dus volgens mij is dit een stap in de goede richting, maar betekent dus ook om dit voor te zetten. Dus mijn vraag aan de minister is, waar zit dat verschil erin tussen inzicht van landen die wel of niet de erkenning hebben uitgesproken, en gaat u die vervolgstappen met dat ene land zetten? De minister. Voorzitter, ik zei net al, ik vind dat, al is het maar omdat het in het regeerakkoord staat, ik niet alleen de dingen moet doen die zeer kansrijk zijn, maar ook de dingen die na eerste inspanningen niet erg kansrijk zijn, dat ik daar toch mee door moet gaan. Tot het moment dat ik denk, dit is trek aan een dood paard, dan moet ik dat gewoon in alle eerlijkheid met de Kamer delen. Dus dat even ten aanzien van de grondhouding. Verder zou ik niet willen speculeren over het land. Ik vind overigens een eiland ver weg. Nou ja, er zijn maar een paar eilanden in de Europese Unie. Dus het zou moeten gaan over Malta, Cyprus of Ierland. En Groot-Brittannië zou je misschien, weliswaar niet EU-lid, of IJsland zou je er dan ook toe kunnen rekenen. Maar volgens mij is dat nou juist in de scope van de afspraak, waar de heer Ceder voor heeft gevochten als een leeuw, om een van de landen uit Europa hier ook bij te betrekken. Dus dan kunnen we ongeveer de eilanden, die kunnen we op de vingers van 1 hand tellen. Volgens mij gaat het erom dat ik met dat ene land, los van welk land of eiland dat is, en ook met die andere landen kijk, hoe hier nou mee verder. Ja, daar heb ik me aan gecommitteerd. Dan even over dat dreigende misverstand. Mevrouw Kaag en ik hebben staatsrechtelijk over alles exact dezelfde opvatting. Ik ga ervan uit dat zij, net als ik, zich bij het lijstje heeft laten souffleren door de uitstekende ambtenaren van het ministerie. En ik zou in de volgende RBZ zou ik nog even deze specifieke vraag meenemen. Welke landen hebben nou op kabinetsniveau, regeringsniveau, deze stap dan wellicht al wel genomen? Om daar ieder misverstand tussen mij en al mijn voorgangers in 1 keer met 1 vloeiende beweging op te lossen, voorzitter. Dat was het, denk ik, in dit blok. Dan heb ik nog een paar dingen die wel meer in de categorie. Ik zie de Brekelmans lachen. Ik hoop dat het niet om mij is.
Oh, ik hoorde de grap niet. Nou, we hebben alle voorgangers voorbij al komen. Ben en Blok net, Kaag. Dus ik zit te wachten op Uri. Die zo ja, voorzitter. Daar kom ik zo meteen. Die probeer ik ergens in te rommelen. Nog een paar dingen. Even over, die zijn allemaal wat kleiner, hebben minder leden naar gevraagd. Ik zeg niet dat ze daarmee minder belangrijk zijn. Integendeel, maar een paar dingen die ik even bij elkaar zou willen gooien. Er is nog een vraag van een paar leden over Turkije en de NAVO. En ik vind het essentieel dat Zweden en Finland zo snel mogelijk lid worden van de NAVO. Waarom? Omdat dat... Ja, modeldemocratieën bestaan niet, maar deze twee komen een eind in de buurt. Het zijn zeer nauwe bondgenoten van Nederland, die wij heel graag bij de Europese Unie of bij de NAVO zouden willen hebben. Zitten in de Europese Unie, we zouden ze ook heel graag bij de NAVO willen hebben. Is evident in het belang van die twee landen, maar er is ook een evident belang voor Nederland om twee zulke goede partners erbij te halen. En ik zou echt niet mee willen gaan in de gedachtegang dat deze twee landen ook maar 1 centimeter zouden marchanderen met hun eigen rechtsstaat. Dat zijn namelijk ook rechtsstaten. En ik ben ervan overtuigd dat ze dat ook doen in de huidige... En ook zullen zijn in de huidige context. Ik hoop wel dat de problemen over die toetreding met twee landen... Dat die snel zullen worden opgelost. Waarom? Omdat deel van de doctrine steeds is geweest, je moet een land niet te lang in niemands land laten verkeren. Want dat is vanwege het veiligheidsbelang echt niet verstandig. Dus ik dring daar aan op spoed en ik hoop dat we dat snel kunnen doen. Dan ten aanzien voor Nederland, ja, dat was nog een vraag die de heer Van Dijk eraan toevoegde. Ja, vanzelfsprekend geldt dat voor Nederland ook. We hebben procedures over zaken als uitlevering. Met expliciet wat aan de minister van Justitie of aan het ministerie van Justitie is voorbehouden en wat aan een rechter. En daar verandert ook helemaal niks aan. Dat ten aanzien van de NAVO. Dan nog 1 opmerking van de heer Van Dijk over Marokko. Er mag natuurlijk alles gezegd worden, maar ik zou toch afstand willen nemen van wat de heer Van Dijk daar zei. Want ik heb in 2022 heb ik zelf dat... Is dat communiqué is er verschenen. Daar staan expliciet mensenrechten in. Daar expliciet in genoemd. Om daar ieder misverstand over te laten... geen enkel misverstand over te laten bestaan. Zo, dat is de formulering. Dus ik ben zo lang zitten kletsen, voorzitter, hier. Dat is 1. 2. Dan is er dat, zijn er die afspraken die zijn aangevlogen in 2020, 2021. En daar gaat het uitsluitend over die passage. Dat is waar Van Dijk naar verwees. Binnenlandse aangelegenheden. Dat is echt wat anders. En zo is dat ook expliciet gecommuniceerd destijds met Marokko. Zouden we als Nederland ook op geen enkel ander, met geen enkel land zouden we dat doen. Dat is echt wat anders dan mensenrechten. Daar gaat het, en zo wordt dat ook in internationale context verstaan. Daar gaat het over je niet bijvoorbeeld bemoeien tegen welke partij je nou graag wil dat de verkiezingen zou winnen. Dat type zaken gaat het om. Maar nogmaals, om elk misverstand te voorkomen heb ik niet alleen het naar voren gebracht, omdat ik het belangrijk vind in tal van gesprekken, ook in gesprekken met Marokko, mensenrechten, maar staat het ook weer in het communiqué van 2022. Dat was die, voorzitter. Dan. Toch heeft u een vraag van de heer Van Dijk. Ah ja, mevrouw voorzitter, de vraag is natuurlijk waarom was dit allemaal zo vreselijk moeilijk? Want de Kamer die moest u er meerdere malen om vragen, geef dan dat document. Dat wilde u niet aanvankelijk. Na veel gedoe is het toch gekomen. Na massieve druk vanuit de Kamer, laten we het zo zeggen. En daar stonden dus passages in die eerder hartstochtelijk ontkend werden. Er waren geen afspraken gemaakt met Marokko. Er was niets afgesproken. En er kwam bijvoorbeeld ook naar buiten dat er een Marokkaans centrum in Nederland moet worden opgericht. Ook zijn grote zorgen over vanuit de Marokkaanse gemeenschap. Hoe kijkt u daarnaar? De minister. Ja, voorzitter, het is toch echt anders. Want ik heb... nogmaals, dat communiqué is sowieso meteen publiek geworden. Dat is onder mijn verantwoordelijkheid. Ik ben sowieso verantwoordelijk voor alles wat er staatsrechtelijk eerder heeft plaatsgevonden. Maar daar heb ik directe bemoeienis mee gehad. En is in mijn ambtsperiode is dat communiqué naar buiten gegaan. Daar staan mensenrechten expliciet in genoemd. Mensenrechten zijn ook expliciet besproken tussen mij en mijn Marokkaanse collega. En overigens ook tussen mij en een heleboel andere collega's met wie ik gesprekken heb gevoerd. En dus dat wil ik echt gezegd hebben, omdat ik dat gewoon zelf ook
heel erg belangrijk vind dat we dat als Nederland blijven doen. Twee, volgens mij heb ik vaker hier aangegeven dat ik sowieso voor transparantie ben. Dat ik wat ook maar enigszins naar buiten kan ook graag naar buiten wil laten komen. Daar heb ik ook nog contact over geweest met leden van uw Kamer. Heb ik hier alleen gezegd, er is eerder een afspraak gemaakt over niet openbaar maken door mijn voorgangers. Dan vind ik het logisch dat je daar eventjes contact over hebt voordat je daar vervolgens toe overgaat. Maar ik heb steeds de insteek gehad, heb ik toen ook in de Kamer gezegd, dat als dat kan, ja, dat je dat dan sowieso wil doen. Vind ik ook logisch. Er staat ook wat mij betreft dus niks in wat tot discussie zou leiden. En dat is dan misschien mijn verbazing. Ik had echt niet de verwachting dat dit specifieke punt, wat in het diplomatieke verkeer echt over wat anders gaat, dat dat dan alsnog wordt gedaan alsof dat de noemer mensenrechten is. Doet ook geen recht aan dat communiqué van Q2 van dit jaar. Want daar staat nog eens een keer expliciet in genoemd: mensenrechten wil Nederland het over kunnen hebben. Voorzitter, nog één vraag dan. Het was geen geheim dat de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers uit Marokko een enorm probleem was. Ineens bleek daar voortgang in te zitten in dat dossier, wat ik positief vind. De vraag is natuurlijk, wat heeft Marokko daarvoor gekregen? Want jarenlang lukte dat niet. De minister. Ja, voorzitter, dat is, maar dat heb ik ook vaker gezegd, dat suggereert een soort hele transactionele gang van zaken. Terwijl volgens mij, als je hier naar kijkt, je ziet dat minister Blok heeft hier veel tijd in gestoken, minister Kaag heeft hier tijd in gestoken, en je ziet dat, en dat weet ik ook nog van kabinetsdiscussies breder, ja, dat sowieso, als je met elkaar tot zaken wil komen, ongeacht het onderwerp, en helemaal abstraherend van Marokko, dat dan, juist als je ook gevoelige onderwerpen wil bespreken, van één van twee kanten, het helpt als je goed on speaking terms bent. En dat als je rollenbollend over straat gaat, nogmaals, ik abstraheer van deze casuïstiek, dat dat dan moeilijker wordt. Dat geldt ook voor Nederland. Als mensen iets van ons willen, kijk je ook naar hoe je bejegend wordt. Nou, en vervolgens is er in 2020 en in 2021 is er breder gesproken over de hele relatie. Ik weet ook van minister Blok en minister Kaag dat die altijd aandacht hebben gevraagd voor mensenrechten. En dat is nog een keer heel expliciet in het stuk van Bourita aan mij naar voren gekomen. En het is ook besproken in Marokko. Dank u wel, mevrouw Piri. Ja, voorzitter. Allereerst uiteraard dank aan de minister dat hij het actieplan heeft toegestuurd. En mijn vraag is natuurlijk, gaat over een periode dat deze minister ook niet de minister was, maar hij is wel degene op wie we hem nu kunnen bevragen. Dat actieplan is getekend op 8 juli. Twee weken daarvoor is Nasser Safi, de grote Hirak, de leider van de Hirak-beweging, is in hoger beroep tot 20 jaar veroordeeld. Twee weken voor het tekenen van het actieplan. Eén week na het tekenen van het actieplan is Omar Radi, de Marokkaanse journalist, die is veroordeeld voor zogenaamd spionage voor Nederland, is een week na het ondertekenen van het actieplan veroordeeld. Kan de minister zich dan toch voorstellen, als er dan een zin in staat van geen bemoeienissen met binnenlandse aangelegenheden, dat het de reactie oproept zoals hij de minister dat kan horen hier in de Kamer? De minister. Ja, voorzitter, wat ik zou hopen, en volgens mij is dat ook hoe de vertrouwensregel in elkaar zit, is dat de Kamer ziet dat dit ministerie en ik ook persoonlijk zeer gecommitteerd zijn aan mensenrechten en daar ook wel degelijk een punt van maken in een groot aantal gesprekken. En dat je daar overigens elke keer wel bij kijkt, wat is nou een effectieve manier om daar invulling aan te geven? En soms is dat pontificaal door de voordeur. Soms is dat in een besloten gesprek. Soms is dat in een gesprek met een hele delegatie. En per keer dat ik het daarover wil hebben, kijken we, wat denken we nou dat het meest effectief is? Ik vind dat ook verstandig om daar te kijken, hoe zorg je nou dat de kans op succes van je inhoudelijke boodschap het grootst is? Volgens mij is dat ook wat je moet doen. Dus dat is belangrijk om te markeren. Vervolgens heb ik in uitstekende gesprekken die ik met Bourita gehad heb over een heleboel onderwerpen, waarbij uiteraard ook uiteraard mensenrechten, uiteraard migratieproblematiek, uiteraard problematiek die breder raakt aan de Sahel, uiteraard problematiek die gaat over economische banden. Allemaal hebben we het over gehad. En ik vond en vind het ook logisch om dan publiek te maken dat we het over al die dingen gehad hebben, inclusief mensenrechten. En dan vind ik tegelijkertijd dat ik ook, als gewoon
het eerlijke verhaal. En ik steek daar echt mijn hand in het vuur voor mijn twee voorgangers. En ook voor de ministers van BOS op het ministerie. He, die daar juist wel over mensenrechten hebben gesproken. En die hiervan zeggen, ja, dat hebben we altijd gedaan. Maar daar waar het gaat over binnenlandse aangelegenheden, geldt er gewoon een andere definitie. Ja, dan vind ik dat ik dat ook op die manier wel echt aan de Kamer mag meegeven. Dank u wel. En ik wil u niet belemmeren, maar we hebben net doorgekregen dat we om 3 uur gaan stemmen. Dus dan moeten we proberen rekening mee te houden, mevrouw Pieri. Ja, heel kort dan, voorzitter. Is de minister het dan met me eens als het gaat om de zaak van Nasser Zefsavi, die nog steeds vastzit, de zaak van Omar Radi, die nog steeds vastzit, dat Nederlands diplomatiek offensief tot nu toe weinig, voor en achter de schermen weinig resultaten heeft geleid? De minister. Ja, voorzitter, ook hier even in casuïstiek, die raakt aan Marokko. Maar mevrouw Pieri en ik hebben het ook vaker gehad over casuïstiek die bijvoorbeeld raakt aan Turkije, maar ook andere landen. De constatering, en dat is helaas breder op het gebied van mensenrechten, is vaker het geval, dat ja, je kan het aanspreken. Mijn indruk is ook echt dat dat vaak helpt. Zeker als je dat op zo'n manier doet dat het ook resoneert bij de ontvanger. Maar het is ook waar dat een heleboel landen, en die groep is nog vele malen groter, op het gebied van de rechtsstaat andere normen hanteren dan wij graag zouden zien. Dat is ook waar. En dat daarop dus ook de tractie, mevrouw Pieri kan nog 20 landen noemen, lager is dan ik graag zou willen. Dat is de realiteit. We gaan verder met de beantwoording. Ja, voorzitter, ik was er volgens mij bijna. Ik heb nog een stapel Iran, maar die heb ik volgens mij allemaal gedaan. Voordat u verder gaat, op dit punt, meneer Sjoerdsma nog. Ja, voorzitter, toch nog één korte vraag. Omdat ik denk dat het goed is om al die aarzelingen zoveel als mogelijk weg te nemen. In dat verdrag staat ook iets over het voorleggen van financiering en dialoog als het gaat over de ondersteuning van NGO's. En ik vroeg me eigenlijk af of sinds het ondertekenen van dit verdrag er nog vanuit Nederland NGO's gefinancierd zijn in Marokko. Of er nog nieuwe financiering heeft plaatsgevonden. De minister. Bij mijn weten is er niks aan veranderd, maar laat ik dat even checken, want dat weet ik gewoon niet. Dat raakt ook echt aan de portefeuille van, nou raakt voor een deel aan mijn portefeuille, mogelijk ook aan de portefeuille van minister Schreinemacher. Dus ik weet niet zeker of ik dat voor tweede termijn boven water krijg. Zo ja, dan beantwoord ik dat en anders neem ik dat schriftelijk mee. Laatste paar antwoorden. Ja. Voorzitter, ik had nog ik had nog migratiediscussie zuidelijk nabuurschap, maar die heb ik volgens mij richting de heer Brekelmans beantwoord. En volgens mij heb ik er nog een paar dingen extra ook over gezegd. En dan denk ik. Nee. Herstellen krijgsmacht gedaan. Ik wilde nog richting de heer Sjoerdsma zeggen, want die was ik vergeten, hoorde eigenlijk bij Rusland. Uranium elders inkopen. Ook daar geen specifieke opmerkingen nu, maar alle opties liggen daar wat Nederland betreft op tafel. Richting Van Dijk, die vroeg nog, die zei eigenlijk ook, nou ja, het is toch alweer een paar dagen geleden dat mijn motie is aangenomen. Wat heeft het kabinet in die tussentijd gedaan? Nou, het antwoord is, het antwoord is, wij werken nu aan een brief. Ja, maar Oké, de heer Van Dijk. Ik heb uitdrukkelijk gevraagd om een brief na uitslag van de stemming, juist vanwege het brisante onderwerp van deze motie, voorzitter. Dus dat is, ik snap alles over werkdruk, et cetera. Maar deze motie, daar heb ik speciaal een kattenbelletje aan gehangen. De minister. Ja, voorzitter, ik ken geen moties zonder kattenbelletjes. Dan moet u dus meegaan met de stemmingen. Dan ziet u het vanzelf. Voorzitter, dat probeer ik te voorkomen. Zeker als het einde van het jaar nadert. Maar we proberen, er is nog interdepartementale afstemming. En wij proberen nog voor het kerstreces de brief, inclusief het kattenbelletje, bij de heer Van Dijk in de kerstmis te hangen. Persoonlijk dan, ja? Persoonlijk. En NAVO heb ik gedaan. Voorzitter, dan ben ik er doorheen, dacht ik. Dan heeft u nog een paar opmerkingen, hoor ik meteen in mijn linkeroor. Maar dan gaan we eerst naar de heer Brekelmans en naar de heer Sjoerdsma. Ja, ik had nog een vraag over dat zuidelijke partnerschap. En daar wordt op teruggeblikt bij de aankomende RBZ. En nou noemde de minister terecht wat de heer Van den Burg allemaal aan het doen is op dit moment om de aandacht voor te vragen. Maar ik vind het ook juist belangrijk dat de minister van Buitenlandse Zaken dat doet. Omdat natuurlijk altijd zo is dat een thema minister zijn eigen thema benadrukt. Maar de minister van Buitenlandse Zaken gaat over alles. En ook met de onlangs aangenomen motie, om dat meer prioriteit te geven, zou ik het belangrijk vinden dat hij daar
nou ja, de lijn zoals ik die voorstelde, dat hij die daar ook stevig neerzet. Voorzitter, het wordt een herbevestiging van de herbevestiging. Maar ik ga hem toch graag doen, want ik weet dat de heer Brekelmans dit belangrijk vindt. Ik vind het over zelf ook echt belangrijk. En dus ja, ik zal dat maandag doen, maar ik zou er nog één ding aan toe willen voegen. Ik heb dat gesprek niet alleen met de collega's die net als wij met migratieproblematiek te maken hebben, of met de landen met wie we bijvoorbeeld een discussie hebben over Dubliners of juist terugnemen. Ik probeer ook heel nadrukkelijk het gesprek te zoeken met collega's die misschien op geen enkele manier rechtstreeks aan die discussie vastzitten, om naar hen te schetsen hoe indringend dit debat in Nederland gevoerd wordt. En hoezeer het voor Nederland van belang is dat we hier echt wat aan doen en eindelijk grip krijgen op migratie. Omdat maatschappelijk en politiek de zeeën hierover heel hoog gaan in Nederland. En waarom doe ik dat? Ja, omdat uiteindelijk diplomatie ook gaat over het creëren van begrip voor je eigen standpunt. En dat werkt overigens natuurlijk ook de andere kant uit. Dus ik doe dat langs die lijn doe ik dat ook nog. Dank u wel. De heer Sjoersma, die riep nog even mensenrechten door de zaal. Gaat uw gang. Ja, voorzitter, ik zou eigenlijk hopen dat elke woordvoerder dat door de zaal zou roepen op zo'n moment als deze. Maar volgens mij ligt echt ongetwijfeld nog een mapje daar voor deze minister met kort iets over mensenrechten, mensenrechten, sancties, Magnitsky-regime opnieuw inzetten, meer dan één keer corruptieregime, die vraag. De minister. Volgens mij was een heel mapje dan overschat de heer Sjoersma mij opnieuw. Overschat hij mij opnieuw. Volgens mij was zijn vraag of wij door wilden op de... Misschien heel kort, ja, om te zorgen dat de minister niet in het luchtledige hoeft te zoeken naar wat ik graag zou willen horen. Kijk, we hebben deze heel lang gewerkt aan die Magnitsky mensenrechten sancties. En dat regime is er nu 2 jaar en dat is wel geteld 1 keer ingezet. En bovendien zijn ook diverse lidstaten en ook de commissie zichzelf een beetje rotgeschrokken naar wat de gevolgen dan weer waren van andere landen die daarop reageerden. En mijn vraag is, één is of we daar niet betere opvolging zouden moeten geven aan die eerdere sancties, want die hebben voor ons, daarna hebben we er eigenlijk vrijwel niks meer mee gedaan. En mijn vraag 2 is of we niet moeten kijken naar het opnieuw inzetten van dit sanctieregime, maar dan in andere gevallen. De minister. Voorzitter, ik dreigde die vraag inderdaad zelfstandig uit het luchtledige te plukken. Maar deze coaching hielp toch. En ik zou eigenlijk allebei die dingen... Ik ga even kijken of daar de komende RBZ al gelegenheid voor is. Maar anders die daarna zal ik dat inbrengen. Want ik snap dat de heer Sjoersma de indruk heeft dat misschien na 1 keer er ook links en rechts iets van koudwatervrees is ontstaan. En de vraag is of dat nou terecht is. En dat ben ik... Zonder dat ik daar een conclusief antwoord op geef, vind ik dat een terechte vraag om nog een keer met het gezelschap te bespreken. Dus dat ga ik doen. Dank u wel. Dan was dit de eerste termijn van de zijde van het kabinet. Ik kijk even naar de tijd. Het is 37. Als we dit tijdig willen beëindigen om 3 uur, zodat we kunnen stemmen en ook niet meer terug hoeven te komen. U heeft een plenaire afronding vanmiddag in de zaal. Als we 1 minuut spreektijd nemen per partij voor de tweede termijn, nog even kort beantwoorden en ik doe de toezeggingen, dan kunnen we daarna volgens mij goed in de plenaire zaal tot afronding komen. De heer Ceder, uw minuut. Dank u wel, voorzitter. Ik houd kort de aanzien van mijn motie over de revolutionaire garde. De minister die gaf aan dat er of voor of na het kerstreces een brief komt. Ik zou graag echt wel aansturen op voor. En de reden waarom is dat we nu in een acute situatie zitten. En juist dit nu bedoeld is als drukmiddel. Dus ik vraag me af of de minister dat zou kunnen toezeggen. Omdat ik er ook echt wel wil wegen wat ik met mijn motie doe. Ten aanzien van Armenië. Nou, we verschillen daar van mening over. Maar mogelijk dat ik daar ook wel plenair met een motie nog over kom. Voorzitter, ik kijk nog even of er nog andere punten zijn. Daar wil ik het even bij laten. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Piri. Ja, ook namens mij, voorzitter, dank voor de beantwoording van de minister. Ik ben er nog niet helemaal gerust op dat er nu geen verandering is in de afspraak zoals gemaakt tussen de Kamer en kabinet als het gaat om de evacuatie in Afghanistan. Laat duidelijk zijn dat er alle begrip is voor mensen die meerdere keren is aangeboden om geëvacueerd te worden en die daar geen gebruik van willen maken, dat die op een gegeven moment dat daar het aanbod ophoudt. Dus ik zal hier met een motie komen.
Dank voor de minister dat we mensen, mochten mensen financiële problemen hebben om Pakistan te bereiken, dat er een bereidheid is om daar in ieder geval naar te kijken. Voorzitter, ik zal zelf komen met een verzoek via de e-mail voor nog een schriftelijke rondvraag over Afghanistan. Dank u wel voor die aankondiging, de heer Brekemans. Ja, ook dank aan de minister voor alle antwoorden. Ook wat betreft het zowel de noodzaak om een structureel plan te maken voor steun aan Oekraïne, maar tegelijkertijd niet de fout te maken dat als we economisch onder druk staan, dat ten koste gaat van de versterkingen die ook bij Defensie nodig zijn. En om dat kracht bij te zetten, zal ik daar zo meteen ook nog een motie over indienen, want ik denk echt dat we deze les moeten leren. Nogmaals, mijn aansporing, ik snap dat de minister daar niet al te veel over kan zeggen, maar dat het ook als het gaat om het leveren van munitie en wapens aan Oekraïne, alle creativiteit, dus ook met partners die misschien normaal gesproken niet bovenaan ons lijstje zouden staan, maar in ieder geval voor het inkopen van wapens en vervolgens doorleveren aan Oekraïne. Dan begrijp ik dat de minister de 5,5 miljard Europese vredesfaciliteit nog in het kabinet wil bespreken. Ik wil in ieder geval van twee partijen die zich daar heel duidelijk over hebben uitgesproken, dus ik hoop dat hij dat ook mee zal nemen in zijn bespreking in het kabinet. Wat betreft de sancties op EU-niveau, fijn dat hij daarvoor wil pleiten. Initiatieven die in Europa al lopen aanmoedigen en ons daarover wil terugkoppelen. En tot slot was ik blij met de persoonlijke inzet van de minister op migratie. Maar laten we ook in dit soort, nogmaals aansporingen, in dit soort fora ook andere drukmiddelen overwegen. Kijk, met Marokko hebben we net het debat gehad. Volgens mij zijn daar juist door de relatie te verbeteren een heleboel goede stappen gezet. Dat heeft ook natuurlijk altijd de voorkeur. Maar er zijn ook een heleboel landen te noemen waarbij we dit al heel lang proberen en het gewoon vastloopt. En volgens mij moet de EU daar ook wat harder gaan rennen. Dank u wel, de heer Sjoerdsma. Ja, dank voorzitter. Dank aan de minister voor zijn beantwoording. Nog twee punten misschien vanuit mij. Eén is, het sluit aan op wat collega Brekemans net zei, mijn verzoek om ook, als hij dat toch bij de RBZ is, wellicht wat collega's aan te schieten nog als het gaat over het leveren van specifieke wapentuig aan Oekraïne. Van die langlopende discussies, ik noem maar de Leopard tanks van Duitsland, vraagstuk wel of niet Patriots doorschuiven, vraagstuk panzerhaubitsers, Griekenland, Italië, om gebruik maken van onze eigen forward-leaning positie en enthousiasme om dit wel te doen, misschien anderen ook daarop aan te steken. Tweede punt inderdaad over de Europese vredesfaciliteit. De positie van 5,5 miljard. En ik denk als we heel realistisch zijn, moeten we ook constateren dat het ook daar niet bij zal blijven als deze oorlog nog langer duurt. Dus ook de bereidheid om nog naar nadere tranches te kijken. En met betrekking tot Marokko zie ik uit naar beantwoording in de tweede termijn dan wel later schriftelijk. Dank. Dank u wel, de heer De Roon. Ja, ik wilde nog even reageren op de Europese vredesfaciliteit en het voornemen van het kabinet. Nou, daar moeten we nog niet op vooruitlopen, maar de mogelijkheid dat het kabinet één of meerdere honderden miljoenen daar aan wil besteden. Dat zet de minister dan af tegenover de 17 miljard die worden besteed om de burgers van Nederland te helpen als het gaat om de gevolgen van de slechte economische situatie. Ik denk dat die paar honderd miljoen die het kabinet gaat besteden aan de Europese vredesfaciliteit, als dat gebeurt, dat in enkele weken zeg maar verbrand is, gesloopt is, wat daarmee wordt aangeschaft. Maar met dat geld zijn heel veel Nederlanders die, ondanks die 17 miljard die de minister noemt voor de situatie in Nederland, toch niet voldoende geholpen zijn, die toch in de problemen komen. En wij willen gewoon dat honderden miljoenen euro's nu niet aan het buitenland worden gegeven, maar aan de mensen in Nederland die het toch nog moeilijk hebben en nog moeilijker gaan krijgen. Dat wilde ik gezegd hebben. Dank u wel. De heer Van Dijk. Voorzitter, in reactie daarop wijs ik nog even op de motie van Haga. Aangenomen motie om het budget voor het Europees Vredesfonds niet te verhogen. Voorzitter, drie punten. Afghanistan. Document ligt bij de ondersteuning, de brief van de advocaat. Ik vraag wel, krijg ik dan ook nog een terugkoppeling? Iran, ik heb een motie in de maak. Die zult u straks te horen krijgen in de plenaire zaal. En tot slot een nieuw punt met uw toestemming, voorzitter. Dat gaat over Niger. Daar is namelijk een nieuwe militaire EU-missie in de maak. En die staat ook op de agenda van de RBZ. Maar die is niet genoemd in de agenda. En wat is de reactie van het kabinet op die missie? Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Mulder.
Ja, voorzitter, dank aan de minister en zijn medewerkers voor al hun antwoorden. Veel waardering voor het moeilijke werk in moeilijke tijden. En fijn dat er zoveel aandacht is vanuit Nederland voor de inwoners in Oekraïne, die het zo ontzettend zwaar hebben. En ook de mensen die in Iran strijden voor een beter, mooier leven. Dank. Dank u wel. Dan gaan we direct over naar de beantwoording. Ja, voorzitter, dank. Ik had nog één ding van de heer Sjoerdsma uit eerste termijn, namelijk die projecten. Er lopen sowieso nog verschillende projecten in Marokko. Dat gaat over NGO's, gaat over maatschappelijk middenveld. Ik heb nog even specifiek gecheckt. Het gaat overigens allemaal niet over hele grote bedragen, maar er zijn ook dingen daarna nog weer begonnen. He, dus als iemand zou denken, ja, is er dan daarna ook nog wel wat begonnen? Ja. Dat is in ieder geval wat ik er nu over kan zeggen. Ik kan niet nu verder een onderverdeling of zo geven. Maar wat ik ervan begrijp is dat dat in ieder geval doorloopt. Dan even in de volgorde van de woordvoerders dacht ik de paar opmerkingen en vragen nog langs te lopen. Richting de heer Ceder zou ik willen zeggen, ik ga het echt voor kerst proberen. Alleen, ja, ik kan de briefje ook morgen sturen. Maar dan heb ik gewoon een minder breed overzicht over hoe de verschillende landen erin staan. Dus dan, ja, ik sluit sowieso niet uit dat ik dat het een tussenbrief wordt waarin ik aangeef dat een aantal landen misschien mee wil op deze weg. Omdat het best veel tijd en moeite kost om, ja, niet alleen op te halen hoe sta je nou bijvoorbeeld, hoe sta je nou in bijvoorbeeld zoiets als het labelen van Wagner of van de Republikeinse Garde. Maar je wilt natuurlijk eigenlijk ook mensen meenemen in een bepaalde gedachtegang. Daarvan is het aantal weken wat we nu hebben echt al heel kort. Dus ik wil best eerder een brief beloven, maar dat wordt al een legere brief. Dat is het enige nadeel. Dus ik zou eigenlijk willen vasthouden aan, ik probeer echt voor de kerst. Anders daarna, maar ik sluit gewoon niet uit dat er ook daarna nog werk is in het verder enthousiasmeren van landen. Wilde ik richting mevrouw Pierie nog één ding toch specificeren. Ik heb in mijn eerste termijn tegen haar gezegd dat wij eigenlijk geen signalen kennen van mensen die vanwege financiële redenen Pakistan niet kunnen bereiken. Dat ik wel geïnteresseerd ben om van haar te horen wat voor problemen zich dan voordoen. Dat is volgens mij, zij harkt het iets royaler naar zichzelf toe, want ze zei dat de minister gaat dat dus allemaal oplossen. Ik zou het handig vinden om het voorbeeld, en dan wil ik daar gewoon in alle redelijkheid weer naar kijken. Dus dat misschien even in de precisie. Veel dank aan de heer Brekelmans, ook ten aanzien van Peace Facility zeer gecommitteerd ook op het gebied van migratie. Dank ook aan de heer Sjoerdsma. Ik zou over die discussie over specifieke wapens, die loopt natuurlijk breder. Het is een discussie die ik probeer met andere vorm te geven. Overigens niet alleen aan marge van de RBZ, maar er zijn meer mogelijkheden. En dat doen ook de minister van Defensie. Die doet dat via de Ramstein-groep. En de minister-president doet dat overigens ook. Maar ik hoor heel goed wat hij daar zegt. En ik ga daar mee door. Dan had de heer De Roon volgens mij bespiegelingen op mijn bespiegelingen, maar geen nieuwe vragen. En Niger ben ik even benieuwd. Dus misschien misverstand over waar dat wel of niet op de agenda staat. De heer Van Dijk. Maar dat heb ik, misschien heb je dat. Ik heb hier een document. De Raad besluit waarschijnlijk tot een nieuwe militaire EU-missie in Niger. Dat blijkt uit het verslag van de RBZ Defensie van november. En het staat, valt onder de RBZ. Ja, dan gaan we daar echt nog even naar kijken. Want het is, worden er zomaar missies gestart zonder dat de minister het weet? Is toch wat? Ja, maar dat, oké. Okay. Nou, dan, ik dank de heer Van Dijk voor de close reading. Gaan we nog even. Ja, ik hoor dat hier dat het niet op de agenda staat. Dus daar zijn we dan, is dus het stuk van november is dan toch achterhaald. Zou daar wel nog, laten we nou het volgende doen, want dat moet gewoon netjes naar de richting de Kamer. Laten we nou even verifiëren of onze waarneming is dus echt. Ik heb ook in de voorbereiding heb ik het niet meegekregen. Het is meestal niet dat ik zelf de agenda zit te spellen, maar ik krijg gewoon te horen wat staat erop. En dat bereiden we dan voor, ook voorafgaand aan het debat. Laat ik nou nog één keer checken, vandaag ook bij de staf van Borrell, of het klopt dat het niet op de agenda staat. Als het wel op de agenda staat, dan zeg ik de heer Van Dijk toe dat hij voor het weekend nog context krijgt wat er op de agenda staat en hoe het kabinet daarmee wil omgaan. Dat lijkt mij dan fair, want dan wil de Kamer denk ik ook weten hoe het kabinet daarin gaat procederen. Is dat oké. En veel dank aan mevrouw Mulder, want die had volgens mij ook geen nieuwe vragen meer.
Dank u wel voor deze beantwoording. In de tweede termijn ga ik naar de toezeggingen toe en dan hebben we tijd om naar boven te lopen. De eerste toezegging. De minister zegt toe dat hij in zijn reeds eerder toegezegde brief over het bevriezen en confisceren van Russische tegoeden ook zal ingaan op de mogelijkheid om dit te baseren op een VN-mandaat en eventuele rechtelijke uitspraken. 2. De Kamer wordt uiterlijk maandagochtend 12 december geïnformeerd over het kabinetsstandpunt in zaken de ophoging van het financieringsplafond van de Europese Vredesfaciliteit. 3. De minister zegt toe dat hij in het verslag van de komende Raad Buitenlandse Zaken zal terugkomen op de uitvoering van de... Ik dacht uitroeiing, dat is totaal anders, helemaal anders in mijn hoofd. Uitvoering van de motie Brekelmans en Mulder over het zich binnen de EU inzetten voor een Europese versie van de OFAC, inclusief de rol van de EDO daarbij. 4. De minister zegt toe dat hij in een van de volgende verslagen over de RBZ de Kamer zal informeren over de stand van zaken ten aanzien van de groep van de 650 Afghanen die door de EU-lidstaten zouden worden opgenomen, inclusief het aantal dat door Nederland is opgenomen. 5. Dat zijn er 24. 24. Dan gaat die meteen een krul erbij. Dus even voor de precisie. Ik laat weten aan mevrouw Pieren, die wilde weten hoe die groep van, ik geloof 625 of 650, hoe dat in andere lidstaten gaat. Voor Nederland geldt een aantal van maximaal 25 en daar hebben we er 24 van gedaan. Ja, prima. Dan blijft het eerste deel staan. 5. De minister zegt toe in het verslag van de RBZ terug te komen op de vraag welke EU-lidstaten al de stap hebben gezet tot erkenning van de Armeense genocide. 6. De minister zegt toe voor het kerstreces een brief te sturen aan de Kamer over de uitvoering van de motie Jasper van Dijk over de stand van zaken rond nucleaire ontwapening en modernisering van kernwapens in Nederland. En dan de laatste, 7. De minister zegt toe dat indien een nieuwe EU-missie naar Niger op de RBZ-agenda staat, hij hier de Kamer voor het weekend over zal informeren. Dan zijn we rond. Absoluut. Dan veel te veel, voorzitter, maar ik kan volgens mij niet meer terug. Dus, dan dank ik de minister voor de beantwoording. Dank ik de ondersteuning voor het begeleiden van de vergadering. En dan wens ik ons alle veel sterkte met de stemmingen.